Generaal Stevens, u ziet dat na enig onderzoek alle fenomenen die u heeft aangevoerd als bewijzen van uw theorie op heel eenvoudige manier verklaarbaar zijn. Dolfijnen? Compleet met dodende straal, zeker? Die dodende straal bestaat alleen in uw fantasie, generaal. De wetenschap is nog niet zo ver dat een dergelijk wapen kon worden ontwikkeld. En zeker de dolfijnen, hoe intelligent ook, hebben er niet de beschikking over. Generaal, ik wil u niet beschuldigen van kwade trouw. Nog niet. Maar in ieder geval wel van onzorgvuldigheid en van onderdacht handelen. Waarschijnlijk ingegeven door het feit dat u zich wat te veel bezighoudt met het woord is hier al gevallen, met science fiction. Ik moet u er tot mijn spijt op wijzen dat iemand in uw positie zich geen paniekreacties kan veroorloven. Mijn beslissing is dan ook, al uw volmachten worden ingetrokken. U bent tot nader order ontheven van al uw functies. En u zult tot uw zaak voor de krijgsraad wordt behandeld onder huisarrest staan. Hebt u nog iets te zeggen? Wat is dit eigenlijk voor een komedie? Wilt u de realiteit dan niet onder ogen zien? Of staat u misschien met z'n allen aan de kant van de vijand die ons bedreigt? Dat is een belediging. Heren. Ik kan mij voorstellen dat de generaal door de recente gebeurtenissen wat in de war is geraakt. Uw reactie, generaal Stevens, is een bewijs te meer voor uw onbezonnen oordeelsvorming. Ik heb aan mijn beslissing niets toe te voegen. De zitting is opgeheven. Prometheus 13, een seriehoorspel door Paul van Herk. Binnen. Uw kranten, generaal. Wat? Mijn kranten? Ik heb er vandaag de weekbladen op me bij gedaan. Ik heb u van de week wel niet gezien in de winkel, maar ik dacht... Ach ja, natuurlijk. Komt u maar even binnen. Ja. Dan kan ik u meteen betalen. Dank u. Dat voor met... Beste Stevens, jij mag er niet uit en ik mag er niet in. Er zit een sergeant in je bloedeigen hal die dat iedereen bijzonder duidelijk weet te maken. En jij hebt hem wijsgemaakt dat je van de krantenwinkel komt. Ja, ja, afschuwelijk. Hè, tot wat voor laag bij de grondse trucjes je soms je toevlucht moet nemen. Gewoon vernederend voor een man van mijn intelligentie. Wat dacht je dan van mij? Opgesloten in mijn eigen huis, bewaakt door een sergeant. Ik had veel verwacht, maar niet dat ik op die manier zou worden afgemaakt. De president heeft zijn beslissing nou niet wat je noemt geheim gehouden. Kijk, lees de krant eens. Komt er niet de best af, man. Het hindert niet hoe er over je geschreven wordt. Als er maar over je geschreven wordt. Nou. Ik zou toch liever niet als volksvijand nummer 1 de geschiedenis ingaan. Kranten schreeuwen om wraak, man. Moet je kijken hier. Gewoon geweldige grote koppen. Volgende week krijgsraad voor generaal Stevens. Ja, hamer op. Ik heb al verschillende besprekingen gehad met mijn advocaat. Ook een fantasieloze knul. Zegt dat ik geen schijn van kans heb. En als je het mij vraagt, heb je die ook niet. En waarom niet? Wie de president tegen zich heeft, heeft alles tegen zich. De president? Ik weet het niet, maar... Maar wat? Bij die zogenaamde bespreking kreeg ik sterk de indruk... Ja, ik kan me natuurlijk vergissen, maar ik dacht misschien is hij ook wel een van hen. Een marsmens? Ja, of door de marsmensen beïnvloed. Ja, hoe komen we daarachter? Ik kan niks doen. Er wordt niemand bij me toegelaten, behalve mijn advocaat en die zou me alleen maar uitlachen. De telefoon is afgesneden, dus ik heb geen enkel contact meer met de buitenwereld. Het probleem is dus, hoe kom jij erachter? Ik? Ja, in hun ijver om mij voor alles verantwoordelijk te stellen, hebben ze jou kennelijk vergeten. Jij kunt nog vrij rondlopen. En hoe dacht jij dat ik dat probleem zou moeten oplossen? Ik kan toch moeilijk naar het Witte Huis lopen en aan de president gaan vragen of hij van de marsmensen bezeten is. Je kent zo langzamerhand de symptomen. Lage bloeddruk, trage pols, lage temperatuur. En wie zal dat als eerste zo niet als enige gemerkt hebben? Zijn lijfarts. Dat is een zekere dokter Sawbones. Hij heeft nog een eigen praktijk ook. Ach, natuurlijk. Die arme man moet toch ook leven? Ja, je gaat naar hem toe en je probeert hem aan het spreken te krijgen. Dat is jou wel toevertrouwd, zou ik zeggen. Ik zal het proberen. Het zou me niets verwonderen als je gelijk had. Het zou in ieder geval verklaren waarom je zo plotseling van gedachten veranderd is. Als het blijkt dat ik het bij het rechte eind heb, dan zullen we wel verder zien. Tja, maar wat dan? Maak dus niet te lang met die kranten, man. Ik kom zo. Als we een plan willen maken, moeten we het nu doen. Ik weet niet of ik toch een keer tot je kan doordringen. Zeg, waarom probeer je niet te vluchten? Vluchten? Dat staat gelijk met een schuldbekentenis.
En dan het hele politieapparaat zou jacht op me maken. Nee, nee, Matt, dat is geen oplossing. Als jij gelijk hebt wat de president betreft, dan haal ik je hieruit. Of je wilt of niet. Ach, doe niet zo stom, kerel. Dan zou je mij en onze zaak geen dienst meer bewijzen. Stom! Weet jij wel dat er al een duikboot klaar ligt om de Prometheus 13 capsule te bergen? Wanneer zal dat gebeuren? Ja, ik weet het niet, maar één ding weet ik wel. Als we niet gauw iets ondernemen, dan hoeft het niet meer. Hoe is het met Vel? Nou, moet ik morgen afhalen uit het ziekenhuis. Heeft ze zich helemaal vrijwillig aan het onderzoek onderworpen? Ja. Ik ben benieuwd wat de heren medici ervan te zeggen hebben. Ja. Nou, ik heb vandaag mooi tijd om de dokters te onderzoeken. Tot ziens, generaal. Tot ziens en bedankt voor de kranten. Hm? En neem volgende keer een nummer van Hengelsport voor me mee. Kom voor elkaar, generaal. Het spijt me, meneer Melden, dokter kan u niet ontvangen. Hij vraagt of u wilt terugkomen op het spreekuur. Of u kunt een afspraak maken voor morgen. Oh, zuster, ja, ik weet dat ik ongelegen kom, maar dokter Sobons heeft zelf gezegd dat ik direct moest terugkomen als er complicaties waren. U bent onder behandeling van dokter? Ja, ik heb verleden week geholpen aan mijn blinde darm. Nou, heb ik zo'n ontzettende pijn hier. Hè? Koorts, ik ben bang voor wondkoorts, koud vuur. Oh, ja, ik weet het niet, maar dadelijk ga ik nog dood, zuster. Nou, zo vaart zal dat wel niet lopen, meneer. Denkt u? Nee, maakt u zich maar niet ongerust. Ik zal dokter even waarschuwen, hè? Misschien dat hij u kan ontvangen. Oh, graag, zuster, graag, ja. Ogenblikje. Gaat u maar even zitten. Ja, oh, dank u zeer. U bocht, meneer. Dokter kan zich uw geval niet goed meer herinneren, maar als het ernstig is, dit dan... Dit is ernstiger dan u denkt, zuster. Dank u wel. Dokter Sobel? Ja, maak het kort, alsjeblieft. U bent geopereerd aan uw blinde darm? Ja, maar ik... Ik kan uw geval niet herinneren. Maar goed, wat zijn de klachten? De wond is gisteren frisselijk pijn gaan doen, dokter. En ik heb hoge koorts. Ik ben bang dat ik... Ja. Gaat u maar even liggen, dan zal ik u onderzoeken. Waar? Hier? Ja, wat dacht u anders? Op de grond? Zo, ik ben bang voor koud vuur, dokter. Ja, doe de broek niet meer even los, ja? Ja. Appendicitis, zei u toch? Ja. Ik zie helemaal geen mond. Ziet u dan dit, dokter? Huh? Wat heeft dat te betekenen? Dat zal ik u uitleggen, dokter. Dit is een authentieke Browning, geladen en onzekerd. Er is hier geen sprake van koud vuur, maar van warm vuur als u niet doet wat ik zeg. Ga zitten! Wat wilt u van me? Dat u met uw vingers van dat oproepapparaat afblijft. Ik heb van mijn leven veel meegemaakt, maar zo'n brutaliteit... Geen praatjes, dokter! Goed. Hoeveel wilt u? U denkt dat ik hier geld kom halen, dokter. Ik heb wat anders aan mijn hoofd. Nee, ik wil inlichtingen van u hebben, dokter. Inlichtingen? Ja, ik weet dat u uw beroepsgeheim ernstig deed, maar dit pistool hier zal u helpen over uw morele bezwaren heen te komen. En niet aan die knop! Oh, ik begrijp niet wat u wilt. Wie bent u? Dat doet er niet toe. Ter zake. Het gaat over onze president. De president? Niemand meer of minder. U bent toch zijn lijfarts, nietwaar? Ja. Mooi zo. We hebben aanleiding om te veronderstellen dat hij niet helemaal in orde is. Hoe komt u daarbij? Ik stel hier de vragen. Wat markeert de president? Ik weet het niet. Heeft u iets bijzonders aan hem gemerkt de laatste dagen? Nou. Ja. Wat? Ik weet het niet. Uiterlijk lijkt hij zo volkomen gezond, maar... Maar wat? Is dat nu helemaal wel nodig, meneer? U weet hoe gemakkelijk dit soort politieke chantage tot schandalen kan leiden. Dit is meer nodig dan u denkt, dokter. En nu graag antwoord op mijn vraag. Wat heeft u bij uw onderzoek voor symptomen ontdekt? Nou, ik heb u al gezegd, hij leek volkomen normaal en gezond. Maar ik bezoek hem iedere dag en ik dacht, ja... Hij is lusteloos, koel... U hebt hem toen onderzocht? Ja. En? Zijn hartslag was te traag. De bloeddruk was veel te laag en de temperatuur kwam niet boven de 34,5. Wat heeft u gedaan? Niets. Ik heb hem aangeraad rust te nemen en zich in een ziekenhuis te laten onderzoeken. En ging hij daarop in? Nee, hij wilde er niets van horen. Wanneer hebt u die symptomen voor het eerst waargenomen? Eergisteren. De president kwam terug van een weekend. Waar was hij geweest? Aan zee? Ja. Hoe weet u dat? Ja, waar? Miami, Florida. Alleen? Ja. Hij zei dat hij rust wilde. Hij liep ergens over te piekeren. En toen hij terugkwam, hebt u dat raadselachtige ziektebed geconstateerd? Ja. Precies wat ik dacht. Kent u meerdere van dit soort gevallen? Bent u misschien... Ja, doet er niet toe wie of wat ik ben. Dank u, dokter, voor uw medewerking. Ik ben blij dat ik geen geweld heb hoeven gebruiken. Nou, kan ik dan nu... Ja, u kunt nog één ding voor me doen, dokter. En dat is? Hebt u een injectie gehad? Ja. Ja, vult u met een dosis morfine, die genoeg is om je om 24 uur koest te houden.
Zo, alsjeblieft. En is niet voor mij, maar voor uw dochter. Voor mij? Ja, 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 spuit die naald maar leeg in uw arm. Ja, maar u heeft gehoord wat ik gezegd heb. Nee, nee, niet naast, maar in de ader. Zo, ja. Ja, maar dat is dat... Dat kan... Prachtig. Nou, eens even kijken of je geen komedie speelt. Nee, nee, dat ziet er heel echt uit. Ach, zuster, kunt u even komen? De dokter is geloof ik onwel geworden. Het geval van uw vrouw is naar ons weten uniek, meneer Meldon. Misschien een nieuw soort ziekte? Wij staan voor een raadsel. Theoretisch is het helemaal niet mogelijk dat een mens met die gegevens hier op aarde zou kunnen leven. Laat staan zich goed voelen. Kan ik haar meenemen? Als u het niet erg vindt, we zouden haar graag nog een paar dagen hier houden. We willen graag het kern van de zaak doordringen. Ja, maar we hadden toch afgesproken dat... Ja, ze heeft zelf haar toestemming gegeven, meneer Meldon. Zo, in dat geval kan ik haar bezoeken? Natuurlijk, ik loop even met u mee. Gaat u gang. Dank u. U hebt werkelijk geen enkel vermoeden hoe uw vrouw in deze toestand gekomen is? Ze heeft voordat ze is opgepist wel het een en ander meegemaakt. Dat heeft ze me verteld, ja. Maar dat kan het niet zijn. Ja, maar wat kan het dan wel zijn, denkt u? Tja, we hebben verschillende hypotheses, maar... De oorzaak zult u waarschijnlijk niet kunnen bedenken. Dat ziet er op het ogenblik wel naar uit, ja. Dat dacht ik al. We staan hier voor een hoogst interessant medisch raadsel. Ja, voor u misschien wel leuk, dokter, maar ik had het toch heel graag anders gehad. Dat begrijp ik, meneer Melder, dat begrijp ik. Oh, hier is het. Ze slaapt waarschijnlijk. Huh? Ze is er niet. Oh, misschien even wandelen. Ze is lopend patiënten, dus even de zuster vragen. Zuster Higgins. Zuster Higgins. Ja, dokter. Mooi. Waar is de patiënte van 305? Die is een paar minuten geleden vertrokken, dokter. Vertrokken? Ja, ze heeft haar koffertje gepakt en is weggegaan. Ze zei dat ze dat met u had afgesproken. Wat? Ik heb niets met haar afgesproken. Wat is het nummer van de centrale? 33, meneer. En hoe komt u erbij om een patiënte zomaar te laten gaan? Ja, dokter. Hallo, centrale. Geef me de portier, vlug. Ja, ik wacht. U mag hier niet roken, meneer. Ja, waar bemoeit u zich mee? Zou u niet liever de patiënten een beetje beter in de gaten houden? Ja? Portiersloge. Melden hier. Hebt u Valerie Rainer er buiten zien gaan? Wie zegt u? Mevrouw Melden. Meneer, er lopen hier zoveel mensen in en uit. Die kennen we niet allemaal bij naam. Een vrouw, groot, blond, met een koffertje. Nou, nee. Denk het niet, nee. Er is hier het laatste half uur niemand langsgekomen die... Hé, hey, wacht even. Er gaat net een vrouw die het beste kunnen zijn. Blauwe jas? Ja? Ze staat op straat op een taxi te wachten. Zal er niet meevallen in het spitsuur. Dank u. Neem me niet kwalijk, maar ik moet er achterna. Spijt me, spijt me, ik heb haast. Waar is ze? Daar, meneer. Kijk, ze stapt net in een taxi. Dank u. Wel. Wel. Hé, hey, taxi. Sorry, maat. Deze hier was eerder. Ja, sorry, maat. Ik heb haast. Die zijn 100 ballen. Hij valt erbij. Hou en rijden. Nou, ja. Nou, zegt u maar weer heen, meneer. Die collega van je gaat naar die daar rechts de hoek omgaat. Wat is er mee? Ja, rijden, verdomme. Verlies hem niet uit het oog. Nou, daar gaat hij dan. Detectiefie spelen zeker, hè? We zijn nou in het havengebied. Dat dacht ik al. Waar bleef? Ja, niks. Blijf volgen. Maar zorg dat hij je niet in de gaten krijgt. Oké. Kijk, ziet u daar die prikkeldraadversperring? Hè? Daar, met die schildwacht. Ja, wat is daarmee? Wilt u me de haven gaan uitleggen soms? Nee, dat nou indirect niet. Maar ik dacht, misschien zal het u wel interesseren. De krant hebben er vol van gestaan. Ja, waarvan? Nou, daarachter laat die duikboot, waarmee ze de Prometheus-capsule willen lichten, die door de stomiteit van de Michonne-generaal gezonken is. Oh, is dat hier? Ja. Kijk, hij stopt. Wat moet ik doen? Zo dicht mogelijk erbij stoppen. Daar, achter die stapel kisten. Moet ik wachten? Ja.
Hier is nog een lappie. Wacht tot ik terug ben. Nou, krenterig is meneer in ieder geval niet. Val! Matt! Wacht even, Val! Ik heb geen tijd, Matt. Jij bent één van hen, hè? Ja. Het spijt me, Matt. Ik had je deze confrontatie willen besparen. Maar je had kunnen weten dat ik erachter zou komen. Ja. Het is dom van je dat je me achterna bent gekomen. Jij gaat mee met die duikboot, hè? Ja. Hoe? Wie ben jij eigenlijk? Ben jij nog Valerie Rayner of ben je... Ik ben Valerie Rayner. Daarom hou ik van je, Matt. Nog steeds, ondanks alles wat er met me gebeurd is. Anders had ik je al lang gedood. Wij doden iedereen die ons in de weg staat, Matt. Waarom hebben jullie generaal Stevens dan niet vermoord? Dat komt nog, wees maar niet bang. Alleen op het ogenblik hebben we hem nog even nodig. Hij is een prachtige zondebok, hij leidt de aandacht van ons af. Hoe kan je zo praten? Ik zou jou het liefst... Hou op, Matt. Je kunt niets tegen ons uitrichten. Dacht je dat? Je weet waartoe we in staat zijn, Matt. Beïnvloeden van de elektriciteit. Precies. Dus daarom wou je met ons mee om de Prometheus 13 op te vangen? Ja. Als jullie hem werkelijk hadden willen neerschieten, had ik eenvoudig de elektrische besturing van de raketten beïnvloed. En nu ga jij mee met die duikboot. Sorry, Matt. Meer kan ik je niet zeggen. Maar als je uit eigen vrije verkiezing mij kunt sparen, dan kun je toch ook uit eigen vrije verkiezing weer onze kant kiezen. Het spijt me. We moeten afscheid nemen. Voor altijd. Voor altijd. Wij horen niet meer bij elkaar. En kom er niet weer achterna, Matt. Het is toch al te laat. Wij hebben bijna ons doel bereikt. Maar ik zal... Jij zult niets. Jij zult nu onze kracht voelen. Elektriciteit. Precies. En het is nog niet eens zo erg onaangenaam. Vuil, ik... Ik voel me... Kan niet meer. Hoe hebt u hem dan gevonden? Nou, ik weet niet. Bewusteloos in ieder geval. Ja, was hij al lang bewusteloos toen u hem vond? Nou, in ieder geval niet langer dan een half uur. Hij had me gevraagd om te wachten. En toen hij na een half uur nog niet terug was, ben ik even gaan kijken. Nou, daar lag hij dan. Geen idee wat er gebeurd is? Geen flauwe notie. Buiten westen. Een paar schroeisvlekjes op zijn overhemd, dat was alles. Nou, toen heb ik hem ingelaaid en hem gebracht waar hij vandaan gekomen is. Goed. Geef je naam en adres maar op aan de administratie. Hij heeft al betaald, hoor. Ja, voor de politie. Ja, hij schiet nou op. Ja, ja, ik ga nog. Nee, kom bij, geloof ik. Waar ben ik? Ja, kalm maar, meneer Meldon. U bent in het ziekenhuis. Wat is er gebeurd? Oh, een taxichauffeur heeft u bewusteloos gevonden bij de haven. Haven? Duikboot. Waar is de duikboot? Rustig, meneer Meldon. Kalm. Ga u eerst eens een poosje slapen. Slapen? Nee, niet slapen. Ik moet de duikboot achterna. Morgen zult u zich weer een stuk beter voelen en dan zullen we u onderzoeken. Morgen? Geen tijd. Was het om uw vrouw? Ja. Valerie, ik moet haar achterna. Laat me opstaan. Nee, geen sprake van. U kunt zo niet weggaan. Natuurlijk kan ik weggaan. Ben weer prima in orde. Beetje hoofdpijn alleen. U blijft liggen, meneer Meldon. Zuster, injectie. Niks injectie. Laat me gaan. U blijft liggen. Blijf van me af, jou. Uit! Nee. Wel heb ik van mijn leven. Tegenwoordig rollen de patiënten als gekken het ziekenhuis in en uit. Thank you.
Rustig, meneer Melden. Kalm. Ga u eerst eens een poosje slapen. Slapen? Nee, niet slapen. Ik moet de duikboot achterna. Morgen zult u zich weer een stuk beter voelen en dan zullen we u onderzoeken. Morgen? Geen tijd. Was het om uw vrouw? Ja. Valerie, ik moet haar achterna. Laat me opstaan. Nee, geen sprake van. U kunt zo niet weggaan. Natuurlijk kan ik weggaan. Ik ben weer prima in orde. Beetje hoofdpijn alleen. U blijft liggen, meneer Melden. Zuster. Injectie. Niks injectie. Laat me gaan. U blijft liggen. Blijf van me af. Uit! Nee. Wel, heb ik van mijn leven. Tegenwoordig hollen de patiënten als gekken het ziekenhuis in en uit. Prometheus 13, een seriehoorspel door Paul van Herk. Heb je die wachtpost verlakt? Niks verlakt. Het goede oude commandowerk. Oh, nee, niet erg hoor. Binnen een paar dagen is hij er weer helemaal bovenop. Ja, maar ze zullen zo langzamerhand je verdwijning wel hebben gemerkt. Om de 2 uur wordt die wacht afgelost, dus... Nog voor het licht wordt, zit het hele politiekorps achter ons aan. En de marechaussee en de militaire politie. Het was misschien toch beter geweest om te wachten op het proces voor de krijgsraad. Jij bent van hoogverraad beschuldigd, stond in de krant, Stevens. Goed, maar in een eerlijk proces... Ja, begrijp je dan niet? Jij wordt door de marsmensen gebruikt als zondebok om de aandacht van hen af te leiden. Denk je dat? Ik weet het. Hoe? Van Vel. Het is bekend dat ze een van hen is. Ze heeft jou verteld dat... Precies. Nou is er vandoor met de duikboot om de Prometheus-capsule op te pikken, compleet met alles wat erin zit. Ja, wat het ook zijn mag dan. Wat kunnen we doen? Ik weet het niet. De president... Ach, de president is ook een van hen. Of tenminste in dienst van hen. Ja, hoe moet je het nou noemen? Ik ben bij die dokter Solbons geweest. En? Bekende symptomen. Lage bloeddruk en de hele ruit. Nou, weekend aan de kust. Dus daar hebben we ook niks van te verwachten. Precies wat ik dacht. Maar toch komt het als een klap. Ja. Ze hebben veel troeven in landen. Maar ja, nog niet alle. We moeten die duikboot voorzien te zijn. Ja, maar hoe? Het is een atoomonderzeeër. Geschikt om tot 2000 meter diepte te duiken. Ik heb een idee. Alles is nog niet verloren. Wat dan? Professor Curtis. Zeg maar niks. Nee, dat zal wel niet. Maar wij hebben bij de generale staf nog alles met hem te maken gehad. Hij doet allerlei uitvindingen. Is zijn tijd eigenlijk ver vooruit. Oh. Daarom wordt hij niet altijd serieus genomen door mijn geachte collega's. Moet je luisteren. In 1942. Nee, het was nog 41, geloof ik. Toen kwam hij al aandragen met een volledig operationele atoombom. Huh? Ze hebben hem vierkante deur uitgezet. In de 50er jaren had hij al een model klaar voor een maanraket. Uitgejouwd hebben ze hem. En nou komt het. Huh? Verleden maand heeft hij aan de marine een verbeterde vorm van een batiscaaf aangeboden. Ook daar hebben ze hem de deur gewezen. Ja, wat is in hemelsnaam is een batiscaaf? Dat is een uitvinding van Picard. Een soort duikboot die tot 4 kilometer diepte gaat. Alleen, het is een onhandelbaar kring. Curtis heeft hem gestroomlijnd en van motoren voorzien. Het zou iets kunnen zijn. Als dat ding maar hard genoeg gaat. Waar kunnen we die Curtis vinden? Geen idee. Hij doseert hier aan de universiteit, dus hij zal hier wel ergens in de buurt wonen. Kijk, dat is een telefooncel. Zal ik eens even kijken? Oké, maar schiet op, hè. Ik heb hem. Waar? Aan de andere kant van de stad, 52e straat. Trap hem op zijn staart, Matt. Ik,
ik moet zeggen, het is een beetje ongebruikelijk uur van de dag hier om dergelijke dingen te bespreken. Maar begrijpt u alstublieft, we hebben geen tijd te verliezen. Ik begrijp het. Uw verhaal klinkt anders wel fantastisch, generaal. Om niet te zeggen ongeloofwaardig. Toch is het de waarheid. Er is helaas geen mogelijkheid om het u allemaal te bewijzen. U zult ons dus op ons woord moeten geloven. Marsmensen. Dan dacht ik toch wel dat ik fantasie had, maar zoiets. De enige mogelijkheid om te redden wat er nog te redden valt, is uw duikboot. Ja, u hebt op mij in het verleden altijd de indruk gemaakt van een integer man, generaal. In ieder geval leek u mij minder conventioneel denkend aan al die sterren en strepen bij elkaar. Dank u. En nu wilt u mijn duikboot? Ja. Betekent dat het Pentagon borg staat voor de financiële consequenties van deze expeditie? Als de expeditie een succes wordt, ja. Dan zult u erkend worden als de redder van dit aardse tranendal. En als die expeditie mislukt? Dan hoeft u zich over het gat geen zorgen meer te maken. U stelt de zaken duidelijk, maar weinig aantrekkelijk voor, meneer Heijden. Generaal, denkt u werkelijk dat er enige mogelijkheid is voor erkenning van mijn uitvinding? Ik heb u al gezegd, als wij de mensheid kunnen redden, zullen we dat alleen te danken hebben aan uw duikboot. Als de wereld daar geen waardering voor zou kunnen opbrengen, dan... Eigenlijk, heren, zou ik uw voorstel in ampele overwegingen moeten nemen, maar... Ja, aangezien de tijd dringt... Ja, inderdaad. En gezien zich eindelijk de kans voordoet de waarde van mijn uitvinding eens te bewijzen, ben ik geneigd mij met u in dit avontuur te begeven. Maar de prijs kan hoog zijn. U zou de complete legerleiding en de marine erbij in zijn hemd kunnen zetten. Ja, daar zegt u zoiets, meneer Melden. Ja. En dat wat laat ik eigenlijk achter? Huh? Een leven vol frustraties en miskenningen. Ik neem aan dat u toestemt. Ja. Ik neem het risico. Bravo. Prachtig. Laten we dan meteen de details bespreken. Is uw onderzeeër vaar klaar? Ja. Hoe diep kunt u komen? Wel, de laatste proeven zijn genomen op 3500 meter. Dat is ruim voldoende. Snelheid? 60 knopen. Zo. En onder water? 60 knopen onder water, generaal. Wat zegt u? Ja, de admiraliteit wou het ook niet geloven, maar toch is het zo. Dat is een stuk sneller dan die onderzeeër van de marine. Maar die heeft een behoorlijke voorsprong. Actieradius? Onbeperkt. Wat zegt u? Mijn schip wordt aangedreven door atoomkracht. De motor is nogal een revolutionaire vinding van mij. Ja, voor hoeveel man is er plaats aan boord? Voor 3 man. Voor zoals wij hier zitten is dat ruim voldoende. U bedoelt, ik moet mee? Ja, natuurlijk. Wie anders zou de duikboot moeten bedienen? Ja, daar ben ik nou niet bepaald op voorbereid. Wij ook niet, professor. Verder. Hebt u duikerpakken aan boord? Eén. Ja, kan je daarmee op grote diepte werken? Ja. Waar ligt de boot? In een privéwerkplaats aan de kust. Een klein uur rijden hier vandaan. Mooi, dat klinkt goed. Een uur rijden brengt risico's met zich mee, Matt. Als de jacht eenmaal geopend is... Wanneer bent u van plan af te varen? Hoe lang hebt u nodig om de boot vaar klaar te maken? Een uur, ongeveer. En 1 uur rijden, zei u? Dan starten we over 2 uur. Dat noem ik nog eens haast hebben. Dat is bijna coureurswerk, meneer Melden. Ik hoop maar dat ik in de haast de goede kaart heb meegenomen. Wat zei u ook weer dat de coördinaten waren, generaal? 25 graden, 34 minuten, 50 seconden noorderbreedte. 62 graden, 55 minuten, 4 seconden westerlengte. Is dat niet ergens bij de Bermuda-eilanden? Ja, een stuk zuidelijker. Matt, stop hier even. Wat is er? Moeten we niet forageren? Ik neem aan, professor, dat u niet voldoende eten aan boord hebt voor 3 man voor een paar weken. Voor een paar weken? Nee, zeker niet. Dan slaan we bij die supermarkt daar even wat proviant in. Wat, voor 3 man? Voor een paar weken? Nou, dat kunnen we nooit bergen wat we dan allemaal nodig zouden hebben. We nemen alleen krachtvoer. Druivensuiker, vitamine en wat gedroogde dingen. Gistvlokken en zo. En water moeten we niet vergeten. Weet jij nog iets, Matt? Ja, Franse paté. Komt in orde. Gaat u mee? Ja. Politie! Maak dat je wegkomt! Hey, jij daar. Wie, ik? Ja, jij. Je hebt nogal haast, hè? Hoezo? Ik sta hier anders heel rustig. Doe nou maar niet of je niet weet wat ik bedoel. Je kwam er als een idioot voorbij racen. Hier is geen snelheidslimiet, zover ik weet. Papieren. Jij woont hier niet, hè? Nee. Moet het dan? Wat kom je hier dan doen?
inkopen. Waarom zou ik hier anders voor een supermarkt staan? Mijn vrouw is binnen. Maak de achterklep eens open. Hier zijn de sleutels. Ja, doe het zelf maar. Maar geef eerst mijn papieren terug. In orde. Hier zijn je sleutels terug. Gelukkig net op tijd dat lijk kwijtgeraakt. Sorry voor de overlast. Oh, geeft niet hoor. Zoeken jullie iemand? Ja. Hier. Ooit gezien? Nee, laat eens kijken. Nee. Een generaal nog wel. En die zoeken jullie in de bagageruimte van vreemdelingen? Nou, succes ermee. Morgen. Morgen. De kust is veilig. Wat moesten ze? Huh? Ja, ze hebben de hele wagen doorzocht. Liet me foto's zien van de generaal in een apenpakkie. Ze zijn er in ieder geval snel bij. Vooruit, professor inladen, voordat iemand achterdocht krijgt over onze hamstervoorraad. Je kan niet weten welke gek de politie belt. Wat langzamer, meneer Melden. We zijn er nu zo. Achter die houtopslagplaats, daar is het. Nou, dan kunnen we beter hier even stoppen om het terrein te verkennen. Wat vind jij ervan, Stevens? Ja, we moeten ieder risico vermijden. Aha. Ben jij er zeker van dat we niet gevolgd zijn? Ja, zo goed als zeker. Oké. Okay. Mooi. Laten we maar eens kijken. Een gezellig stukje kust. Zeker nooit een hond. Er komen hier niet veel mensen, nee. Maar daarom heb ik hier altijd rustig kunnen werken. Ja. Waar is het? Daar, die loods. Dat gammele plaatijzeren ding, hè? Ja. U moet niet vergeten dat ik al mijn experimenten altijd uit eigen fondsen heb moeten betalen. Ik heb nooit subsidie gekregen om een behoorlijke werkplaats in te richten. En daar ligt uw geheime door atoomkracht aangedreven duikboot? Niemand weet dat die bestaat. Behalve dan de admiraliteit. En die heeft dan ook onmiddellijk voor een degelijke bewaking gezorgd. Wat? Hoe bedoel je? Zie je dat? Daar achter die bosjes. Ja, daar glimt iets. Een auto? Precies. En als je het mij vraagt, de politieauto. De professor zegt dat hier geen toeristen komen. Hm? Thomas, ze zijn ons weer aan slag voor. Gaat de onderneming niet door? Stil. Hoe pakken we het aan? Nou, ik zou het op dit moment liever niet op een veldslag gaan laten komen. Zo sterk zijn we ook weer niet. En wie niet sterk is, moet slim zijn. En welke slimmigheid heb jij dan wel bedacht? Afleiden, Stevens. Makkelijker gezegd dan gedaan. Waar staat onze auto? Achter die houtopslagplaats. Precies. En die gaat de fik in. Ik zou maar heel erg moeten vergissen als ze daar niet op af zouden komen. U gaat toch niet die dat hele... Dat is nou precies wat we wel gaan doen. Maar het is de enige mogelijkheid, professor. We kunnen geen risico nemen. U maakt van de verwarring gebruik om naar uw werkplaats te rijden. U neemt het stuur over en wij gaan achterin op de grond onder de etensvoorraden liggen. Als ze u iets vragen, dan vertelt u ze maar een mooi verhaal over voorbereiding voor een of andere wetenschappelijke expeditie. Voor de rest weet u niets. Begrepen? Het is wel niet helemaal mijn terrein, maar ja, ik heb aangezegd, nou moet ik ook bezig. U zult die rol best goed kunnen spelen, professor. Ja, goed, goed. Terug naar de wagen dan. Ik heb nog een reserve tankje benzine. Zo. Achteruit, mensen. Daar gaat hij! In de wagen! Zo. Ligt maar goed zo. Ja, niets meer van jullie te zien. Goed zo. Wacht nog even tot de boel mooi brandt. Nu! Hey. Jij daar. Wat? Wat moet dat? Mag ik hier niet rijden? Zie je niet dat brand? Dacht u misschien dat ik dat aangestoken had? Wat komt u hier doen? Ik ben professor Curtis. Dit hier is mijn werkplaats. Papieren. Alsjeblieft. Nee, in orde. Dank u wel. Is die loods van hier? Dat zeg ik u toch? En kan ik nog gaan? Ik heb nog meer te doen vandaag. Hebt u uw telefoon? Ja. Of mag ik dit dan even gebruiken? Ja, natuurlijk. Moment.
gaat uw gang. Daar staat hij. Ja, dank u. Reken tussen die wagen naar binnen toe. Brandweer? Ja, politie hier. We zitten vlak onder Rock Point, bij die werkplaats langs de kust. Er staat een houtopslagplaats in brand. Ja, je moet het van jullie af kunnen zien. Goed, bedankt. Ja, maar ik zou wel voortmaken als ik jullie was, hè? Bedankt, professor. Ja. De zaak is, we hebben net opdracht gekregen deze loods te bewaken. Er schijnen aanwijzingen te zijn dat iemand hier iets wil weghalen. Wie dan? Dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Er is hier in 10 jaar nooit iets gestolen. En dat zonder bewaking. Ja, die gekke generaal die voortvluchtig is. U hebt er wel over in de krant gelezen. Zo, toont het leger eindelijk belangstelling voor mijn uitvindingen. Oh, bent u uitvinder? Hebt u dat uitgevonden? Dat ding daar? Die duikboot. Nou, ja. Ik zou in ieder geval maar oppassen. U bent gewaarschuwd. En mocht u moeilijkheden krijgen, we zijn in ieder geval in de buurt. Dank hè? U, agent. Wat moet het daar, Williams? Ah, weer eens. Ik heb hier even de brandweer gebeld. Meneer, hier is eigenaar van de zaak. Kijk eens aan, dat komt prachtig uit. Dan kan ik meneer meteen een paar vraagjes stellen. Ik heb meneer al gewaarschuwd. Ja, goed, goed. Ga jij maar terug naar je post. Ja, wees. Mag ik even binnenkomen? U bent wel binnen, als ik me niet vergis. U bent de eigenaar van deze loods? Ja, ik ben professor Curtis. Hebt u uw papieren bij u? Daar gaat hij weer. Alsjeblieft. Ja, dat is in orde. Mag ik vragen waarom u juist vanmorgen hier naartoe komt? Ja, wat bedoelt u met juist vanmorgen? Ik kom hier om een expeditie voor te bereiden. Volgende week zal ik met een paar collega's naar de Sargassazee vertrekken om daar onderzoekingen te doen naar een paar gedrag van palingen. Waar mensen hun brood al niet mee verdienen. Maar ja. Iets anders. Kent u deze persoon? Nee. Weet u het zeker? Heel zeker. Dat is een generaal Stevens. Hij schijnt gek te zijn of zo. In ieder geval is hij voortvluchtig. Uw collega heeft me al gewaarschuwd. Ik zal naar hem uitkijken. Graag. Toch zou ik graag uw auto even onderzoeken. U doet maar. Dank u. Nou, u hebt een goede voorraad ingeslagen, professor. Voor 3 man, voor meer dan een week. Wanneer vertrekt u? Over 1 of 2 weken, dat hangt ook een beetje van het weer af. Goed. Nou even de bagageruimte. Ja, ik zal hem even voor u openmaken. Nog meer eten? Ik dacht toch dat ik u daarvoor een voldoende verklaring had gegeven? Natuurlijk. De brandweer, agent. De brandweer. Wie gaat hier? Ja, dan ga ik maar eens even kijken. Ik heb het hier wel gezien. Het is in orde. Dank u voor uw medewerking, professor. Geen dank. En als ik iets verdachts merk, dan kom ik het u melden. Dank u. Tot ziens. Generaal? Meneer Melden? Zijn ze weg? Het is wel benauwd zo onder het eten. Ik kan geen eten meer zien voorlopig. Hoe is het? Ze zijn weg, maar ze kunnen ieder ogenblik terugkomen. Oh, aan het werk dan. U laat de proviant in. Start ik de motor. Kunt u de kraan bedienen, meneer Melden? Dat zal wel gaan, ja. Mooi zo. Hij hangt al in de touwen. We hoeven hem alleen maar naar buiten te rijden en op de helling te leggen. De rest gaat vanzelf. Binnen een uur kunnen wij varen. Nog niets, professor? Nog steeds niets, generaal. Volgens de berekeningen moeten we nu toch zo langzamerhand in de buurt van de duikboot komen. Koers? Dat kan niet missen. Allemaal precisieapparatuur. Positie, met? Ja, het spijt me, maar met dit ding hier kan ik niet omgaan. Dat is met de modern. Laat mij het allemaal even. Ja. Als die andere duikboot ook zijn koers houdt, moeten wij zowat 100 kilometer achter hem zitten. Wat is het bereik van de sonar? Zowat 100 kilometer. Dan zullen we hem dus dadelijk moeten peilen. Wat denkt u, professor? Zit het erin dat we de race winnen? Dat zit erin. Dat zit er zeker in. Als we tenminste niet voor verrassingen komen te staan. Hoor je dat? Dat zou hem kunnen zijn. Laat eens kijken. Ja. 90 kilometer in rechte lijn voor ons. Snelheid? Ongeveer 30 knopen. Diepte? 300 meter. Prachtig. De vraag is alleen, hoe komen we hen voorbij zonder dat ze ons peilen? Niets, professor? Nog steeds niets, generaal. Volgens de berekeningen moeten we nu toch zo langzamerhand in de buurt van de duikboot komen. Koers? Dat kan niet missen.
Allemaal precisieapparatuur. Positie met? Ja, het spijt me, maar met dit ding hier kan ik niet omgaan. Dat is met de modern. Laat mij het allemaal even. Ja, ja. Als die andere duikboot ook zijn koers houdt, moeten wij zowat 100 kilometer achter hem zitten. Wat is het bereik van de sonar? Zowat 100 kilometer. Dan zullen we hem dus dadelijk moeten peilen. Wat denkt u, professor? Zit het erin dat we de race winnen? Dat zit erin. Dat zit er zeker in. Als we tenminste niet voor verrassingen komen te staan. Hoor je dat? Dat zou hem kunnen zijn. Laat eens kijken. Ja. 90 kilometer in rechte lijn voor ons. Snelheid? Ongeveer 30 knopen. Diepte? 300 meter. Prachtig. De vraag is alleen, hoe komen we hen voorbij zonder dat ze ons peilen? Prometheus 13, een seriehoorspel door Paul van Herk. Verdomme, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Als we dichterbij komen, dan zijn we er geweest. Wij kunnen natuurlijk met een boog van 100 kilometer om de duikboot heen varen. Daar verliezen we verder veel tijd mee. Dat zou ons net onze voorsprong kunnen kosten. Toch kunnen we niet riskeren dat ze ons opmerken. Maar waarom niet? Wij zijn bijna twee keer zo snel. Onderschat onze tegenstanders niet, professor. In de eerste plaats kunnen ze ons natuurlijk met conventionele wapens te lijf gaan. Magnetische torpedo's en zo. Maar wat veel gevaarlijker is, ze kunnen onze elektriciteitsvoorziening in de war brengen. Ja, wat dan? Ja, dan weet ik maar één oplossing. En dat is? Eronder door. Eronder door? Ja, precies. Zij zitten niet zo diep en wij gaan pal over de oceaanbodem. Het is niet waarschijnlijk dat ze hun sonar ook naar beneden hebben gericht. Hoe diep is de oceaan hier? Eens even kijken. Het is bijna 3000 meter. Haalt u dat? Met gemak. Daar gaat hij. Maar er is daar beneden geen hand voor ogen te zien. Dat geeft niets. Even het elektronisch echolood instellen. Ach, zet de sonar eens af. Hoe diep zitten we? Bijna 2000 meter nu. Het is niet te geloven. Maar de wijzers liegen niet. De druk moet hier geweldig zijn. Inderdaad, maar maakt u zich toch niet ongerust. Daar is het schip op berekend. En we lopen nog steeds 50 knopen. Ja. En van dit juweeltje wilde de marine niets weten. Niets. Ze wilden niet eens een proefvaart maken. Wij kunnen nog 500 meter dieper. De kaart. Ja. De zeebodem is hier volkomen vlak, dus wat dat betreft lopen wij geen enkel risico. Nog 500 meter dieper. En de boot houdt dat? Dat heb ik u toch gezegd. Hij gaat het over de 3000 meter. Nou, daar gaat hij dan. 2100. 2200. 2300. 2400. 2500. We zijn nu vlak bij de bodem. Ik dacht dat ik het goed kraken. Heb jij het ook zo warm, Stevens? Ja. Uw zenuwen staan geloof ik ook een beetje onder druk, mijn heren. Hè? Maar ik kan u verzekeren, er kan absoluut niets gebeuren. De duikboot is nou vlak boven ons. Nu zijn we dan bijna voorbij. Dat heeft zelfs Jules Verne niet bedacht. Wat waren de coördinaten ook alweer? 25 graden, 34 minuten, 50 seconden noorderbreedte. Ja? 62 graden, 55 minuten, 4 seconden westerlengte. Ja. Ik ken ze zo wat uit mijn hoofd. Ja, ik heb ze al uitgezet op de kaart. Ik wou alleen maar even verifiëren. We zijn er bijna, generaal. Goed zo. Maar nou moeten we de capsule nog vinden. Oh, het is gelukt, al is het op een tippertje. Hoe ver zit die duikboot achter ons? Zo'n 30 kilometer. Dat geeft ons dus, eens kijken, een dik half uur speling. Ja, niet veel, maar beter dan niets. Maar hoe denkt u in die inktzwarte duisternis die capsule te vinden, professor? Peilen met de sonar, dat zal niet altijd van moeilijkheden opleveren. Als hij tenminste werkelijk in de buurt ligt. Maar we hebben de plaats zorgvuldig opgenomen, dat zweer ik. Ja, ja, daar twijfel ik niet aan. Maar u mag één ding niet vergeten. Zo'n ding zakt hoogstwaarschijnlijk niet verticaal naar de bodem. Hij kan door allerlei zeestromingen worden meegesleept. Ja, ja, natuurlijk. Maar goed, goed, we zullen eerst eens eventjes rondkijken. Rondluisteren. Kan dat hem zijn? Als we geluk hebben. Het is in elk geval een niet al te groot metalen voorwerp. Zo'n kilometer noord-noordoost. Erop af dan. Moment.
zijn we daar vlak boven. Daar gaan de lichten. Ik zie niets. Daar. Daar, iets naar links. Draai eens mee, professor. Ja. Zien jullie? Ja, daar is daar duidelijk wat te zien. Verdomme, een wrak. Zeker een duikboot uit de oorlog, dan zijn er hier heel wat kapotgeschoten. Ja, ja hoor. Een duikboot. Moet je zien. Ja, dat is heel interessant. Maar niet wat we hebben moeten. We hebben een paar kostbare minuten verspeeld. Kalm, kalm, meneer Meldon, kalm. De vijand krijgt met dezelfde moeilijkheden te maken. En daarbij zijn ze nog een stuk trager dan wij. Ja, ja. En als ze hier rustig aan het zoeken zijn, dan vinden ze ons. En dan hebben we de poppen aan dansen. Dan is de eerste tocht van uw prachtige duikboot meteen de laatste. Wij zoeken gewoon verder. Dat is toch het enige wat erop zit. Ah, vlakbij. Nog geen 300 meter. Paul Noord. Daar. Daar, dat is hem. De capsule. Ja. Nou, dan hebben we hem toch nog redelijk snel gevonden. Kijk eens. Kijk eens, hij ligt op zijn zij. Met het open luik netjes naar boven. Dan mooier kon het niet. Pak aan, met. U weet hoe u met zo'n duikerpak moet omspringen, meneer Melden? Ja, zal er gaan. Ik heb onderweg de gebruiksaanwijzing bestudeerd. We moeten nou alles verder aan het toeval overlaten. Alles hangt ervan af wat je daar binnen vindt, met. Als je nog wat vindt. En dan moeten we zien of we snel een beslissing kunnen nemen. Oké, okay, ik ben er klaar voor. Wil je me even helpen met de duikerhelm? Ja. Zo? Ja. Radiocheck. Kom ik goed door zo? Uitstekend. En ik? Prima. De zuurstof regelt u dus hiermee. En hier is de regelaar voor de tegendruk. Maar goed dat hij geen tijd heeft om bang te zijn. Als je je realiseert hoe hoog de druk hier is. Gaat het, met? Gaat wel. Ademt u makkelijk, meneer Melden? Ach, ik hou het wel uit. Oké dan. De luchtsluis in. Ik laat nu het water erin. Dat moet bijzonder voorzichtig gebeuren op deze diepte. Dat kan ik me voorstellen. Wat een druk staat erachter. Ja, maak je zich maar geen zorgen. Dat duikerpak is daarop berekend. Anders zou je volkomen platgeperst worden. En dan te denken dat ik het hier in de duikboot al benauwd heb. Meneer Melden? Ja? Is alles oké daar? Alles oké. Zo, de druk is geëgaliseerd. U kunt nu het luik naar buiten openmaken. Buitendeur open. Daar gaat hij, jongens. Ik hoop. Tot straks. Kijk, daar heb je hem. Hij komt niet makkelijk vooruit, zo te zien. Nee, natuurlijk niet. Hallo, Matt. Stil. Ik wil zoveel mogelijk zuurstof sparen. Sorry. Hij is er bijna. Ja. Nou klimt hij naar binnen. Ik ben benieuwd wat hij zal vinden. Met? Ja? Hoe ziet het eruit daarbinnen? Rotzooi. Alles ligt door elkaar. Iets bijzonders? Nee. Eigenlijk niet. Ik zoek verder. Wat duurt dat lang? Stevens? Ja? In de rekken waar de containers met bodemmonsters horen te zitten? Ja. Daar zitten helemaal geen containers. Leeg? Nee. Er staan nog zo'n dozen die ik nooit eerder gezien heb. Zou dat kunnen zijn wat we zoeken? Verder niets abnormaals te zien? Nee. Kun je een van die dozen openkrijgen? Wat zeg je? Kun je een van die dozen openkrijgen? Ben ik al aan het proberen. Moment. Valt er niet mee. Alsjeblieft, Matt, maak voort. Matt. Ik heb er één open. En? Ik geloof dat we gelijk krijgen. Waarmee? Met onze theorie over embryo's. Wat heb je dan gevonden? Die doos zit vol met plastic pakjes. Met iets van gelei erin. Een soort schimmel. Dat zou een soort kwee kunnen zijn. De professor zegt dat het een soort kweek kan zijn. Zie je wel? Dan zaten we er niet ver naast.
Doe maar weer gauw dicht, Matt. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Hebben we niets om de bol te vernietigen? Hebt u helemaal niets aan explosieven aan boord, professor? Ik heb het u al gezegd, nee, niets. Niet een ordinaire staafdynamiet of het zo? Het spijt me. Trouwens, het is toch maar de vraag of u daar cultures mee zou kunnen vernietigen. He? Als de kweker onder deze drug levensvatbaarheid heeft, zou u hem alleen maar verspreiden. En dan zijn we nog verder van huis. U hebt gelijk, professor. Iets anders dan. Kunnen we die dozen niet hier aan boord nemen? Hoeveel zijn het er? Met hoeveel van die dozen zijn er? 30. Hoe groot? Hoe groot? Een flinke schoenendoos. Dus 30 schoenendozen. Nou, het is te proberen. Dan houden we alleen niet veel plaats meer over. Dat geeft niet. Met, we nemen die dingen hier aan boord. Dat zal een heel karwei zijn om ze over te brengen. Hoeveel tijd hebben we nog? Verdomme, dat is waar. Waar zit die andere duikboot, professor? Even kijken. Ze zitten bijna op onze schoot. Nog een kilometer hier vandaan. En ze komen recht op ons af. Te laat. Matt. Ja? Onmiddellijk terugkomen. De duikboot komt eraan. En die dozen. Neem mee wat je kan. En schiet op. Ik neem er twee mee. Ik kom eraan. Hoi. Generaal. Als die lui uit zijn op wat er zich aan boord van die capsule bevindt. Dat mogen we wel aannemen. Maar dan zijn wij toch in een goede positie om ze te chanteren. He, we kunnen gewoon hier blijven en wachten op een dieptebom. Oh, zouden ze werkelijk zoiets doen? U hebt er geen idee van hoe gespannen de situatie is, professor. Als we ontdekt worden, hoeven we op geen enkele consideratie te rekenen. Zijn ze zo gevaarlijk? Ja, en niet alleen voor ons, maar voor de hele wereld. Ik ben binnen. Luik gesloten? Ja. Maak toch voort, ze kunnen er ieder ogenblik aankomen. Zenuwen helpen ons niets, generaal. Integendeel. Meneer Melden, ik zet de pomp aan. Houdt u uw duikerpak aan, ook als het water is weggepompt, voor de drukegalisatie? Begrepen. Kunnen we nog niet varen? Nee, het is beter eerst de sluislicht te pompen. Maar het kan wel. Ja, maar... Vooruit dan, varen met dat ding. Goed, goed. Daar, ik kan zijn lichten zien. Vol gas, professor. Ja. Dat was op het nippertje. Ja, ja, maar nu heerst meneer Melden. Is het water weg? Het water is weg. Begin ik nu met het egaliseren van de druk. Druk gelijk. Zo, komt u er maar uit. Wacht, ik help je wel, met. Hé, dat is beter. Ik weet wel wat ik liever doe dan hier op de bodem van de oceaan rondwandelen. Ik ben zo duizelig als ik weet niet wat. Oh, maar dat is helemaal niets abnormaals, meneer Melden. Wilt u wat drinken? Wat zegt u? Of u wat wilt drinken? Ik versta u niet goed. Een orenzuizen zo. Als je dat niet verstaat, moet het wel erg zijn met je. De professor vraagt of je wat wilt drinken. Oh, ja, graag. Dank u. En? Sorry dat we je zo lang in de drukkamer hebben gelaten, maar de duikboot kwam eraan. Ik kon zijn lichten al zien. Toen zijn we er eerst maar vandoor gegaan. Ja, licht. En dat? Zijn dat die dozen? Ja, twee. Meer kon ik in de gauwigheid niet meenemen. Nee, natuurlijk niet. Dat is knap werk, Matt. Dank je, Stevens. Ja, professor, ja. Kunt u die dingen ergens veilig wegstoppen? Ja, zouden we niet eerst eventjes de inhoud bekijken? Beter van niet. Ik vertrouw het niet. Laten we ze maar liever dicht laten. Zodra we aan land zijn, verbranden we de heleboel. Verbranden? Ben jij gek, Stevens? Nou hebben we eindelijk de kans erachter te komen hoe de zaak nou eigenlijk in elkaar zit. Wat er hier naar aarde wordt overgebracht. En op welke manier ze de mensen kunnen beïnvloeden. Het is spelen met vuur, Matt. Dat weet ik, Stevens. Maar we hebben niets te verliezen. Onze tegenstanders hebben nog 28 van die dozen. Hij heeft gelijk, generaal. Goed, maar dat onderzoek moeten we dan wel aan deskundigen overlaten. Berg die dozen nou maar op. Hier, in dit kastje. Het kan op slot. Veilige plaats heb ik niet. Over onderzoek gesproken. Ik zou wel eens willen weten wat die Marsjongens daar allemaal bij die capsule uitspoken. Terugvaren? Ja. En dan maar hopen dat ze ons niet opmerken.
We zouden zo stil en zo langzaam mogelijk dichterbij kunnen komen. Is dat te doen, professor? Tja, ja, het is altijd te proberen. We zitten nou toch altijd over onze nek in de moeilijkheden, dus dat kan er best nog bij. Goed, dan draaien we om. Jawel, maar op minimum capaciteit. Het minste geluid kan ons verraden. Zo, nu kunnen we ons langzaam dichterbij laten drijven. Daar, dat moeten zijn lichten zijn. Stil. Het water brengt iedere trilling over, zelfs als ze spreken. Je kunt hem nu duidelijk zien. Ik zet de motor af en ik laat hem tot op de bodem zakken. Ding, die duikboot. Ja, en die duikers. 4, 5. Nee, 6. En dan te denken dat Vel daar aan boord is. Misschien loopt ze daar wel rond in een duikerpak. Ik kan er beter maar niet aan denken. Nee. Ze zijn nu bij de capsule. 1 klimt al naar binnen. Zie je wel, precies wat ik dacht. Ja. Hij komt weer tevoorschijn met een van die dozen. Ze vormen een ketting. Ze geven de dozen aan elkaar door. Ze worden in de duikboot geladen. Ze zullen wel merken dat er een paar ontbreken. Ja. We kunnen maar beter wegwezen. We weten nu wat we weten wilden. Professor, goed. En nu volle kracht. Ik hoop maar dat ze ons niet gehoord hebben. Geef niet. We zijn nu snel uit de buurt. Wat is dat? Dat lijkt wel een torpedo. Te laat, jongens. We zijn er geweest. Met onze snelheid. Die dingen gaan een stuk sneller dan wij. En ze zoeken automatisch hun doel. Ze kunnen niet missen. Dacht u? Daar gaat u. Hou je vast. Het scheelde maar een aardje. Ja, mag u. U moet eens vergeten, mijn heren. Deze duikboot is oorspronkelijk geconstrueerd voor de marine. Een grote wendbaarheid. Is altijd handig om torpedoaanvallen te ontlopen. Fantastisch. Zo'n snelle draai en dat op deze diepte. Mijn complimenten, professor. Dank u. Ja, deze proefvaart mag wel een succes genoemd worden. En nu, volle kracht vooruit. Vlak onder de kust. Zet stil eens even. Nieuws. De voortvluchtige generaal Stevens gaat nog steeds door. Volgens de laatste berichten zou de staatsgevaarlijke generaal, die gevlucht is met medeneming van een groot aantal geheime documenten, in gezelschap van zijn handlanger Matt Melden, die al eerder met de politie in aanraking geweest is, gesignaleerd zijn aan boord van een duikboot, varende ten zuiden van de Bermuda-eilanden. De generaal Stevens zou, zo vernemen wij uit wel ingelichte kringen, de geleerde professor Curtis gedwongen hebben hem en zijn handlanger aan boord te nemen van een door de professor ontworpen duikboot. Die is uitgerust met vele nieuwe vindingen. Juist. Daar het hier een proefmodel betreft, bestaat het vermoeden dat de onderzeeër niet geheel zeewaardig is. Dat het niet lang zal duren voordat het vaartuig kan worden onderschept. De kustwacht is in staat van alarm gebracht en alle vliegtuigen patrouilleren boven de zee. Dit is het einde van dit... Nou, ze houden ons in ieder geval keurig op de hoogte. De belediging, niet geheel zeewaardig. Ja, als er ooit nog eens wat rustiger tijd komt, dan kunnen wij in ieder geval het tegendeel beweren. Ja, we hebben nu al heel veel aan u te danken, professor. Ja. En we zullen uw boot nog langer nodig hebben. Aan land gaan lijkt me niet bepaald het verstandigste wat we kunnen doen in deze omstandigheden. U kunt in elk geval op mij rekenen. Dank u. 1 ding weten we nou tenminste zeker. Onze vijanden zijn doorgedrongen tot de hoogste regionen. Je zou haast wel kunnen stellen dat ze de macht al in handen hebben. In Amerika tenminste. Maar dat is een gevaarlijke stap in de richting van de wereldheerschappij. Dus als we ergens heen moeten, dan in elk geval niet naar Amerika. Nee. Maar waar dan wel heen? Dat zoeken we later wel uit. Laten we maar beginnen met duiken. Waarom? Vliegtuigen! Het jachtseizoen is geopend. En hoe? Naar binnen! Ah!
aan boord van een duikboot, varende ten zuiden van de Bermuda-eilanden. De generaal Stevens zou, zo vernemen wij uit wel ingelichte kringen, de geleerde professor Curtis gedwongen hebben hem en zijn handlanger aan boord te nemen van een door de professor ontworpen duikboot, die is uitgerust met vele nieuwe vindingen. Juist. Daar het hier een proefmodel betreft, bestaat het vermoeden dat de onderzeeër niet geheel zeewaardig is. Dat het niet lang zal duren voordat het vaartuig kan worden onderschept. De kustwacht is in staat van alarm gebracht en alle vliegtuigen patrouilleren boven de zee. Dit is het einde van dit... Nou, zo houden we ons in ieder geval keurig op de hoogte. De belediging, niet geheel zeewaardig. Ja, als er ooit nog eens wat rustiger tijd komt, dan kunnen wij in ieder geval het tegendeel beweren. Ja, we hebben nu al heel veel aan u te danken, professor. Ja. En we zullen uw boot nog langer nodig hebben. Aan land gaan lijkt me niet bepaald het verstandigste wat we kunnen doen in deze omstandigheden. U kunt in elk geval op mij rekenen. Dank u. Eén ding weten we nou tenminste zeker. Onze vijanden zijn doorgedrongen tot de hoogste regionen. Je zou haast wel kunnen stellen dat ze de macht al in handen hebben. In Amerika tenminste. Maar dat is een gevaarlijke stap in de richting van de wereldheerschappij. Dus als we ergens heen moeten, dan in elk geval niet naar Amerika. Nee. Maar waar dan wel heen? Dat zoeken we later wel uit. Laten we maar beginnen met duiken. Waarom? Vliegtuigen! Het jachtseizoen is geopend. En hoe? Naar binnen! Erin! Prometheus 13, een seriehoorspel door Paul van Herk. Hé, hé. Gelukkig kunnen die sukkels niet richten. Hey, de diepte in, professor. Ja, ja. 80 meter. 100. 120. Zijn we hier veilig? Niet als ze met dieptebommen beginnen. Wat? U zegt het. En dat was nog niet eens zo dichtbij. Dan kunnen we rustig nog een stukje dieper. 140, 160, 180, 200, 220, 240. Ze onderschatten kennelijk de capaciteiten van dit duikbootje. Ja, 300 meter nu. Zo, dat lijkt me voorlopig wel genoeg. Mooi. En laten we nou eens de bliksem maken dat we hier wegkomen. Koers west, professor. West? In die richting zullen ze ons het minste zoeken. Dat is zo. We zijn ze kwijt. Ik geloof het wel, ja. Dat is dan dat. En dan de volgende vraag die we nog steeds niet beantwoord hebben. Waar gaan we heen? Amerika? Uitgesloten. Rusland. De Russen hebben ons bij andere gelegenheden ook goede diensten bewezen. Ja, maar dat was voornamelijk het werk van maarschalk Gorbachev. Die is dood. Dat was een kerel met fantasie. Die was in staat om origineel te denken. Nou ja, hij is er niet meer. En wie er voor hem in de plaats gekomen is, dat weet ik niet. Ja, ik weet het ook niet. En we kunnen niet dat risico lopen dat we daar onmiddellijk in de Noord gestopt worden. Of wat nog ergens zou zijn, uitgeleverd. Wie zegt ons trouwens dat die Marsmensen alleen invloed hebben in Amerika? Misschien zijn ze op andere plaatsen ook al geïnfiltreerd. Jij bedoelt, misschien zijn ze ook al doorgedrongen tot het Russische regeringsapparaat? Bijvoorbeeld. Als ze hun invloed willen uitbreiden, ligt het voor de hand dat ze beginnen bij de grote wereldmachten. Van hieruit zullen we nooit te weten kunnen komen hoe ver het zal zijn. Dus, als ik het goed begrijp, is er op dit moment het veiligste om aan land te gaan in een klein, onbetekenend land. Ja, zoals? Wacht even. Ik heb het! O'Hara! O'Hara? Waar ligt dat? Ach, neem me niet kwalijk. O'Hara is geen land, dat is de naam van een oud collega van mij, een bioloog. En waar kunnen we die vinden? Ik zat te denken, we hebben die doos uit de capsule ook nog. Meneer Melden wilde de inhoud laten onderzoeken. Nou, dan vangen we twee vliegen in één klap. Ja, maar waar woont hij dan? In Schotland. Heeft daar een kasteel vlak aan zee. Heeft nog steeds een groot laboratorium waar hij zijn onderzoekingen doet. Het is een oude zonderling die zijn hele leven al lang van gek versleten is in de wetenschappelijke wereld. Maar ik weet wel beter. Heeft al verschillende belangrijke vondsten gedaan. Heeft altijd veel tegenwerking ondervonden. En daarom bleef hij nou zo geïsoleerd. Proberen? Schotland. Lijkt me niet gek. Heb ik trouwens altijd alles heen gewild, hoor. Klinkt niet kwaad. Goed, professor. Op naar Schotland. Dat moet het zijn. Daar? Ah, dat lijkt wel een fort. Ja.
Het kasteel is gebouwd als vesting. Er staan hier wel meer van die versterkingen langs de kust. Om aanvallen uit zee af te slaan. Dat moet lang geleden geweest zijn, hè? Ja, ja. Maar nu heeft hij in ieder geval een uitnodigende steiger. Mooi zo. We leggen aan. Kunt u dadelijk springen, meneer Melden? Oké. Okay. Ah, daar heb je mijn grote vriend zelf al. Hé, wat moet dat daar? Wegwezen! Dit is privéterrein. O'Hara. Wat? Wie bent u? Nou, ken je me niet meer? Kennen we van... Wacht eens even. Nou? Ja, ja, ik ken je. Jij bent Curtis? Ja. Ben Curtis. Ja, om u te dienen. Ben, wat kom jij hier doen? Sorry dat ik je niet meteen herkende. Oh. Zouwe dag, hè, zullen we maar zeggen. Ja, hoe lang hebben wij elkaar wel niet gezien? Een jaar of 10. Ja. Ja, niet meer nadat we allebei van Harvard zijn weggestuurd om onze onwetenschappelijke manier van doseren. Ja, dat waren nog eens tijden, hè? Ja. Zeg, weet jij nog, toen die rector... Ja, wacht, even. Hè? Laat ik je eerst even voorstellen aan mijn reisgenoot. Oh, ja. Dit is generaal Stevens. Maak dit. Dit is Ben Melden. Maak dit. Professor O'Hara. Het is goed volk, hoor. Je kunt het geweer nou wel wegdoen. Ja, sorry, maar ik hou nou eenmaal niet van pottenkijkers. Hè. Je kunt tegenwoordig niet voorzichtig genoeg zijn. Wat u zegt, zeg wij komen je hulp inroepen. Maar ik moet erbij zeggen dat we eigenlijk op de vlucht zijn. Alweer? Nou, dat leg je me later dan wel eens uit. Gaan we mee. Jullie zien er een beetje verfomfaaid uit. Hè? Ja, we zijn wel toe aan een bad en een borrel. Wordt voor gezorgd. Ja, we kunnen die boot niet zomaar hier laten liggen. Oh ja. Ja, om de hoek achter die rots, dat is mijn botenhuis. Hè. Daar kan dat ding nog wel bij. Uitvinding van jou, hè? Ben? Ja, ja. Niks nieuws eigenlijk, hoor, maar hij doet het wel lekker. En voorlopig heeft het leger er meer belangstelling voor dan de marine. Diepgang? Meer dan je denkt. Bijna 4 meter. En dan komt hij bij even aan de grond. Is dat erg? Nee, tegen dat beetje druk is hij wel de stand. Nou, goed zo. Nou, vaar dan maar, hè. Dan doe ik de deur open. Zo, maar dat heeft heerlijk gesmaakt. Ja, dat is nog eens wat anders dan droge koeken, vitaminepillen en druivensuiker. Goed zo. Nou, en begin nou eens van vooraf aan met dat fantastische verhaal van jullie. Nou... De meldingen van vreemde invloeden op aarde zijn begonnen na de eerste Marsvluchten. Mm-hmm. Tijdens de expeditie van de Prometheus 13 werd de overlast hoe langer hoe erger. Er werden allerlei mensen ontvoerd door een soort grote grijze monsters. Monsters? Ja, dat is een begrip waar ze hier in Schotland toch wel mee vertrouwd zijn, dacht ik. Trouwens, u hebt er een kunnen zien op de televisie. Oh, hebben die Marsmensen al een televisieuitzending gegeven? Nou, ik dacht dat het meer per ongeluk was. Hebt u de uitzending gezien van de landing op Mars van Prometheus 13? Nee, ik kijk nooit naar dat mallekastje. Ik heb wel wat anders te doen. Daar was nog net te zien hoe een van de astronauten het water in werd getrokken door zo'n monster. Vlak voordat de uitzending werd afgebroken. Water, zei u? Water op Mars? Precies. Water op Mars? Zal ik nog eens inschenken? Maar heel graag, ja. Jij zegt ook vast geen nee. Ah, nee zeg. Zo man. Zo. Proost, hè? Proost. Proost, hè? Proost. Ja, ja. Oh, we hebben me nieuwsgierig gemaakt. En toen? We hebben geprobeerd zinnige conclusies te trekken. We hebben verband gelegd tussen die ontvoering op Mars en de geheimzinnige verdwijningen hier op aarde. Dat is een wat overhaast en ongefundeerde gevolgtrekking, zou ik haast zeggen. Ja, wacht even. We hebben met eigen ogen die monsters hier op aarde bezig gezien. En dan kan u zeggen dat het geen lollig gezicht was. Maar de overeenkomst met de televisiebeelden was zo groot... dat we niet anders konden dan aannemen dat die monsters van Mars afkomstig waren. Ja. Nou, ga door. Toen is plotseling, buiten alle verwachting... de Prometheus-capsule weer opgestegen van Mars. Onbemand, dachten we eerst. Maar later bleek de bemanning toch aan boord te zijn. En nou hebben wij het vermoeden dat ze iets hebben meegebracht naar de aarde... wat wel eens niet zo plezierig zou kunnen zijn. De rest van het verhaal ken je. Hoe wij de gezonken capsule hebben gevonden met mijn duikboot. En hoe meneer Melden daar 2 dozen uitgehaald heeft. En nou, denk je dat dat onaangename iets in die dozen zit? Wij zijn bang voor een complete invasie. Van Marsmonsters. Ik dacht dat u het had over grote monsters. En zo enorm zijn die dozen nou ook weer. Monsters in de vorm van embryo's of eieren of iets dergelijks. Op die manier zou er heel wat in een doos gaan. En het waren er 30. Trouwens, het zijn niet in de eerste plaats die monsters waar wij bang voor zijn. Hoezo? Waar bent u dan wel bang voor? Wij hebben 1 van die monsters kunnen onderzoeken. De resten dan wel te verstaan. Er was niet veel meer van over, maar in ieder geval voldoende om te kunnen vaststellen...
dat het niet de echte Marsbewoners zijn. Hun hersenmassa was namelijk veel te klein voor enige intelligentie. U bedoelt, het waren alleen maar instrumenten van de Marsbewoners? Zoiets, ja. Intussen hebben we kennis kunnen maken met de echte Marsbewoners. En? Het zijn mensen. Mensen zoals u en ik. Wacht even, meneer Stevens, wacht even. Ze zien eruit als mensen. Maar fysiek vertonen ze afwijkingen. En hun gedragspatroon... Ja, alsof er iemand anders in hun huid gekropen is, bedoel je? Ja. Nee. Nee, zo op het eerste gezicht is er niks aan te merken, maar... Ik weet het niet. Wij hebben het vermoeden... Nee, we weten het wel zeker... dat de president van de Verenigde Staten eigenlijk een marsmens is. Dat al zijn adviseurs de hele regeringstop marsmensen zijn. Met zijn vrouw is ja. ook... Eerst zijn we bij de president gekomen met het plan de Prometheus-capsule bij terugkeer in de dampkring te vernietigen. En we hebben alle mogelijke medewerking gekregen. Ja, en even later werd generaal Stevens voor de krijgsraad gedaagd. Het hele regeringsapparaat was tegen ons. Als ik hem niet uit zijn huisarrest bevrijd had, dan... En als we professor Curtis en zijn duikboot niet hadden gehad... Ja, intussen is er niets dat ons zegt dat ze niet ook in andere landen de macht hebben overgenomen. Het is een fantastische geschiedenis, heren, zo te horen. Gelukkig bent u in het gezelschap van mijn oude strijdmakker Curtis. Dat is voor mij een voldoende garantie voor de geloofwaardigheid van uw verhaal. Dank je, beste heer. Hij is namelijk net zo gek als ik. En als hij u gelooft, dan geloof ik u ook. U denkt dus dat de oplossing van alle raadselen zit in die twee dozen? Ja. Nou, goed. Nou, laten we nou maar eens beginnen de inhoud onderzoeken. Met alle mogelijke omzichtigheid. We weten niet welk gevaar daar... Mag ik het leger beleefd verzoeken de zaak niet te dramatiseren? U hebt die dozen zelf zonder enige voorzorg van de andere kant van de aardbol mee hier naartoe gesleept. Hè? Kom, heren. In mijn laboratorium kunnen we rustig werken. U begrijpt mij verkeerd. Ik bedoel, die monsters komen uit zee. Ze opereren altijd dicht bij de kust. En omdat we hier zo vlak aan het strand zijn... Oh, zouden ze ons hier kunnen aanvallen, bedoel je? Ja. Dat is dan een risico dat we dan maar moeten nemen. Ja, misschien zijn ze ons spoor wel bijster. We mogen onze vijanden niet onderschatten, professor. Als u wilt dat ik aan een onderzoek begin, dan zal ik dat toch hier moeten doen. Hè? In mijn laboratorium. Ook al is dat vlak aan zee. Nergens kan ik over faciliteiten beschikken zoals hier. Als we dan in ieder geval maar snel kunnen werken. We zullen ons best doen, generaal. En... Als het u gerust kan stellen, ik heb hier een paar manusjes van alles. Die kan ik langs het strand laten patrouilleren. Dat is in ieder geval iets, al is het niet veel. We hebben geen keus, Stevens. Zo mag ik het horen. Deze kant op, heren. Ja. U hebt de zaken hier uitstekend voor elkaar, als ik het zo zie. Dank u, meneer Stevens. Meneer Melden, de eerste doos, hoor. Ja. Alsjeblieft. Dank u wel. Wat zit er in die... Stil. Zo. Nou, het is duidelijk een soort cultuur, hè? Maar dan geprepareerd op een manier die ik nog nooit gezien heb. Gevaarlijk? In deze vorm in ieder geval niet. Wacht eens even een strijkje maken. Zo, niet roken hier, generaal, alsjeblieft. Oh, neemt u me niet kwalijk. Zo. Tikkeltje kleurstof erbij. Is dat een elektronenmicroscoop? Ja. Zo. Zo. Wat ziet u? Een moment even instellen. Ik zal het beeld overbrengen op de monitor, dan kunt u het allemaal tegelijk zien. Oh ja, ja. Hé, wat is dat? Een virus. Dat is duidelijk een virus. En wat voor een? Oh, dan kun je u tegen zeggen. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Ik kan me ook niet herinneren dat ik het in de vakliteratuur ooit ben tegengekomen. Buitenaard? Zou kunnen. Zou dit virus reageren op onze aardse afweermiddelen? We zullen proberen of we erachter kunnen komen. Dit ding ziet eruit als een spin. In die kern. Buitengewone afmetingen. Wat gaat u doen? We hebben geen tijd voor de normale procedure. We zullen dus een paar stapjes moeten overslaan. In de eerste plaats gaan we uitzoeken welke invloed het virus heeft op een menselijk organisme. U bedoelt? Geen paniek in het leger. Hè? We nemen eerst een lagere diersoort en dan gaan we experimenteren op een aapje. Ach, dat nou, is... geen tijd voor sentiment, Curtis, ouwe jongen. Wat zou je zeggen van dat konijn? Hè? Even een injectie klaarmaken. Zo. Ja, dat is voor elkaar. Doe het ook maar open. Zo. Ja. Zo. Nou.
Ja, hij valt in ieder geval niet onmiddellijk dood neer, hè? Nee, dat zou ook niet kunnen. Het virus dat moet eerst de tijd hebben zich te vermenigvuldigen. Maar dat gaat razendsnel. Over een paar uur weten we meer. Mag die kooi weer dicht? Bang? Ja, als u het weten wilt, ja. Jongen. Nou, doe die kooi maar dicht, hoor. Als u die gerust kan stellen. Zo. Opgelucht. U hebt niet meegemaakt wat wij meegemaakt hebben. Niet waar, Stevens? Groot gelijk, Matt. Nou, wat zit er in die andere doos? Hetzelfde? Geen idee. Nou, gaan we maar eens kijken. Hey. Die doos is een stuk zwaarder, ja, als ik me niet vergis. Wat? Hey, wat is dat nou? We waren er niet ver naast. Eieren? Ja, eieren. Tenminste, iets wat erop lijkt. Ik denk dat ik wel kan raden wat er uit die eieren komt. Ik ook. Nou, we zullen zien. Ik zal er eens even eentje doorlichten. Het is een embryo. Maar toch... Maar toch? Duidelijk een van die monsters die het ons zo lastig hebben gemaakt. Virussen, zeemonsters, waar zijn we eigenlijk allemaal aan begonnen? Nou, ik moet zeggen, ook zoiets heb ik van mijn leven nog niet gezien. Even wachten, even maximale vergroting instellen. Hey, jongen. Dat lijkt op een dolfijn, hè? Die stroomlijn. Ja, maar toch zijn er duidelijk kieuwen. En dan die tentakels. Is dat buitenaards of niet? Oh, voorzichtig, jongeman. Het enige wat ik kan zeggen is dat het niks te maken heeft met welke aardse levensvorm dan ook. Tenminste, voor zover ik weet. We zullen er eens een paar uitbroeden. Zou je dat wel doen? Voorzichtig. Oh, er is niks aan de hand. Ze gaan in de warmwaterbak. Die kunnen we van boven goed afsluiten. Warmwaterbak? Mm-hmm. Het is maar een idee, hoor. Maar ik zou ze niet meer dan 35 graden geven. Waarom niet? Dat is de lichaamstemperatuur van die marsmensen. Oh, nou goed. Laten we het maar proberen. Zo te zien staan die eieren op springen, dus lang zullen we niet hoeven te wachten. Daar gaan ze. Nou, 1, 2, zo. Nou de temperatuur. Alsjeblieft, 35 graden, zo. Dat is het. Nou, en nou maar afwachten. Wat denken de heren van een klein soepetje? Nou, als de tafel net zo goed voorzien is als bij het diner. Ja, nou, die gierigheid voor de schot is geloof ik maar een sprookje. Ja, ik wil anders best wat anders dan konijn met eieren. Oh, ja, wacht eens even. Hoe is het met ons konijn? Ziet er nog altijd fleurig uit. Nou, dan laten we dan maar... Het licht gaat uit! Wacht even, ik schakel het noodaggregaat even in. Niks. Ze zijn in de buurt. Ze, wie ze? De marsmensen. Ze kunnen op een of andere manier knoeien met elektriciteit. Ja, we zijn er nog niet achter hoe. Hier, mijn aansteker. Ah ja, zo is het al beter, ja. Nou, dan maar een soep bij elkaar kaarslichten. Tenminste, als de kaarsen het nog doen. Als dat ons galgemaal maar niet is. Kijk, het is alweer spannend. Ik heb u al gezegd, beste generaal, u moet de toestand niet dramatiseren. Hè? Stroom is gewoon even uitgevallen. Er komt wel meer voor in deze afgelegen streek. En waarom werkte de noodverlichting dan niet? Huh? Geen idee. Ik zal het laten nakijken. Nou, kom heren, aan tafel. Mag ik de pudding nog even? Alsjeblieft, en laat voor mij ook nog wat over. Ja, kom. Werkelijk verrukkelijk, die pudding. Zoiets kennen we niet in Amerika. Ja, dank u wel. Ja, dus zelf gemaakt. Wat? Ja, maar toch niet in je laboratorium. Drink jij je wijn nou maar uit. Ja, op je gezondheid. Op onze gezondheid. Proost. Ja, proost. Ja, proost. Ja, proost. Ah. Zet, zal ik nog eens bijschenken. Heel graag. Nacht in. Dank u. Is dat de wijn van hier? Zet eens even het nieuws. Mag die wat harder? Nog een half uur geleden is een algemene stroomstoring gemeld. Gedurende meer dan 1 minuut is in Engeland en het vasteland van Europa overal de stroomvoorziening uitgevallen. Over de oorzaken van deze algemene storing tast men in het duister. Opmerkelijk was ook dat de apparaten die over een eigen stroomvoorziening beschikken, zoals autoradio's en op accu's werkende apparaten, eveneens door de storing werden getroffen. Veel mensen raakten door het uitvallen van de stroom in moeilijkheden, maar zij konden door de korte duur van de storing in de meeste gevallen snel worden geholpen. Verder binnenlands nieuws. Op Buckingham Palace heeft de... Nou... Wat heb ik je gezegd? Over de oorzaken tast men in het duister, zei je. Maar wij niet. U bedoelt de marsmensen? Ja. Hoe zouden ze zoiets voor elkaar moeten krijgen? Ja, als we dat nou eens wisten. Ja, maar als het het werk van de marsmensen zou zijn, hè, waarom heeft die storing dan maar zo kort geduurd? Het was misschien alleen maar een probeersel om te... Nou, dat is anders wel een perfecte manier om alles in de war te sturen. Alle stroomvoorziening blokkeren. En dat kunnen ze. Ze kunnen de wereld op de knieën dwingen door... Dokter, kom
komt, was er niet vlug. Ja, wat is er, jongen? Wat doe je opgewonden? In het laboratorium. Vlug! Een minuut is in Engeland en het vasteland van Europa overal de stroomvoorziening uitgevallen. Over de oorzaken van deze algemene storing tast men in het duister. Opmerkelijk was ook dat de apparaten die over een eigen stroomvoorziening beschikken, zoals autoradio's en op accu's werkende apparaten, eveneens door de storing werden getroffen. Veel mensen raakten door het uitvallen van de stroom in moeilijkheden. Maar zij konden door de korte duur van de storing in de meeste gevallen snel worden geholpen. Verder binnenlands nieuws. Op Buckingham Palace heeft de... Nou, wat heb ik je gezegd? Over de oorzaken tast men in het duister, zei hij. Maar wij niet. U bedoelt de Marsmensen? Ja. Hoe zouden die nou zoiets voor elkaar moeten krijgen? Als we dat nou eens wisten. Maar als het werk van de Marsmensen zou zijn, waarom heeft die storing dan maar zo kort geduurd? Misschien was het alleen maar een probeersel. Of... Anders wel een perfecte manier om alles in de war te sturen. Alle stroomvoorziening blokkeren. En dat kunnen ze. Ze kunnen de wereld op de knieën dwingen door... Dokter! Komt u alsjeblieft, vlug! Wat is er, jongen? Wat doe je opgewonden? In het laboratorium! Vlug! Prometheus 13, een seriehoorspel door Paul van Herk. Wat is er dan in het laboratorium? De eieren! Ik... Gaat u maar mee, dan kunt u het zelf zien. Maar gauw, voor het te laat is. Daar, het konijn. Daar moest ik toch op letten, hebt u gezegd. Ja, en wat is er mee? Het zit toch keurig in zijn hok? Ja, maar ziet u dan niet wat dat dier mee bezig is? Hij probeert het slot open te wurmen met een houtje. Wel allemachtig. Dat is duivelswerk, dokter. Puur duivelswerk. Mij ziet u hier niet meer. Nou. Kalm nou maar. Nee. Hè? Kalm nou maar. Rust nou maar eens eerst lekker uit en vergeet het verder. Ja, hè? Vergeten. Een intelligent konijn vergeten. Ja, vergeten. En geen woord hierover tegen wie dan ook. Van mij zal niemand er iets van horen. Niemand. Trouwens, ze zouden me toch niet geloven. Ja. Ga nou maar lekker slapen. Welterusten. Ik zal geen oog dicht doen. Geen oog vannacht. Duivelswerk, dat is het. Die lui hier die zijn zo bij gelovigen als de hel. Als je er niet op voorbereid bent, dan jaagt zoiets je ook wel de stuipen op het lijf. Moet je kijken, zeg. Nog even, hij heeft het slot geforceerd. Ja, maar dit wijst duidelijk op intelligentie, zou je zo zeggen. Ja. Kan een virus daar de oorzaak van zijn, dokter? Mogelijk. Maar dat zullen we gauw genoeg weten. Ik ga dat beest een kopje kleiner maken. Dan kunnen we onderzoeken wat er in het mechanisme van het dier is gebeurd. Kennelijk zijn op de een of andere manier de hersencellen van het beest beïnvloed. Pas op, dokter. Kom er niet te dichtbij. Hij heeft ons nu nog niet in de gaten, maar... Ik heb u nog zo gewaarschuwd. Dat was een behoorlijke opdonder. Gaat het? Ja. Het gaat wel, ja. Het gaat wel. Jongen. Wat een opdonder, zeg. En dat was zo'n klein konijntje. Een klein konijntje? Een monster is het. Kijk eens naar die ogen, hoe fel het... Het lijkt wel of hij ons zit uit te lachen. Nou, dat kring zal niet lang meer lachen, hoor. Wacht maar. Kom, laat ik je even helpen. Kom. Gaat het zo? Ja. Zo. Een beetje van de schok bekomen nu? Huh? Ja, zeg dat wel. Ja. Nou, het zal me in ieder geval geen tweede keer gebeuren. Geef me mijn revolver eens aan. Waar kan ik die vinden? Daar, in de bovenste laag. Ja. Ik jaag dat ondier een stoot strychnine in zijn lijf. Ik kom er niet meer in de buurt voordat het met stijve poot op zijn rug ligt. En dan nog, alstublieft. Dank u. Nou, pas op. Zo, die is de streek helemaal afgelicht. Doe toch maar voorzichtig. Misschien is de elektriciteit toch niet uitgewerkt. Nou, dat hoeft u me geen tweede keer meer te zeggen. Waar is de voltmeter? Ah, hier. Zo. Is er nog spanning? Ja, nog een beetje, ja, maar heel weinig. Je kan daar nou wel aankomen, denk ik. Is hij dood? Ja. Oeh! Je voelt het nog tintelen aan je vingers als je eraan komt. Dat is ongelooflijk, hè? Zo'n energiebron in zo'n klein organisme. Kunt u nu meteen aan het onderzoek beginnen? Hoe laat is het nu? Bij 00:30. Bent u moe? Nee, dat niet. Oh, gelukkig. Hoe eerder we weten wat de werking van het virus precies is, des te beter is het. Natuurlijk. Ik ben net zo nieuwsgierig als u.
Nou, laten we nou maar eens beginnen met een paar röntgenfoto's te maken van de hersenen. Kan ik helpen? Oh, je kunt contrastvloeistof inspuiten als je wilt. Inspuiten? Nee, dat laat ik liever aan jou over. Heb je niet wat technisch voor me? Kan jij met een röntgenapparaat omgaan? Oh, dat denk ik wel, ja. Goed. Nou, zet het maar aan dan, hè. En draai de tafel horizontaal. Nee. Moment, hoor. Ja, klaar, zo. Nou, let op. Daar gaat hij. Allemachtig. Wat is dat? Is dat het virus? Kennelijk, ja. Zoals u ziet, heren, het virus heeft zich niet vermenigvuldigd. Het virus zelf is gegroeid. Het heeft zich genesteld in de hersenen en in het centrale zenuwstelsel. Het lijkt wel een spin met al die vertakkingen. Dus, als ik het goed begrijp, heeft het virus bezit genomen van zijn gastheer. In dit geval het konijn. Zo ziet het er wel uit, ja. Een staat in de staat. Dus dat is de Marsmens. Wat? Dat virus. Alleen dat virus op zich is niets. Het heeft een ander organisme nodig om zich te kunnen ontwikkelen en zich te manifesteren. Het lichaam van elk willekeurig levend organisme. Dat organisme blijft uiterlijk onveranderd, maar wordt in werkelijkheid een Marsmens. En ze gebruiken het organisme van mensen om te kunnen infiltreren op aarde. Om je vroeg of laat de macht over te nemen. Ho, 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 heren. U draaft nou wel een beetje door, hè? Ik hoor hier niks anders dan onwetenschappelijke nonsens. Er is toch nog immers niks bewezen om te... Nog maar een halve eeuw terug was het onwetenschappelijke nonsens te denken dat de mens ooit nog eens naar de maan zou vliegen. Laat staan naar Venus en Mars. Een beetje meer relativiteitsgevoel zou de wetenschap geen kwaad doen. Al die dogma's... Nou, u heeft gelijk, meneer Melden, als u stelt dat de wetenschap zich vaak bezondigt aan dogmatisch denken. Maar ik heb altijd gedacht dat ik daar zelf min of meer vrij van was. Maar uw originele manier van denken kan ik nou niet benijd op stel en sprong volgen. Ja, maar toch lijkt het me wel een goede werkhypothese. Dacht je? Ja. En wat zou dat dan impliceren? Dat impliceert dat de hele wereld naar de bliksem is. Als we niet gauw een antistof vinden. Een kleine injectie met zo'n virus is gauw gegeven. En hup, dan is er weer een mens veranderd in een Martiaan. Een middel dus om het virus te verdelgen? Ja. Makkelijker gezegd dan gedaan. Natuurlijk is er tegen ieder virus een verdelgingsmiddel te vinden. Zelfs, of misschien juist, tegen een buitenaards virus. Maar dat vinden, daar gaat het nou om. Het kost soms jaren voor we voor de eenvoudigste virus een afdoend antidotum gevonden hebben. Ik ben altijd al een groot bewonderaar geweest van je optimisme, O'Hara. Ja. Ik ben eigenlijk alleen maar realistisch, beste Ben. Het spijt me als dat op jou een beetje negatief overkomt. Een beetje meer strijdlust zou je niet meer staan. Meneer Melden heeft gelijk. Ieder mens die met het virus is geïnjecteerd, vormt een potentieel gevaar voor de rest van de mensheid. Als ik even een praktische vraag mag stellen. Wat zijn de mogelijkheden, dokter? Daar kan ik niks van zeggen zonder verder vooronderzoek. We moeten eerst zien wat de reactie van het virus is op de functies van een intelligent wezen. Daar was ik al bang voor. Ik ben in ieder geval geen vrijwilliger. Nee, ik ook niet. Dat is ook helemaal niet nodig. Ons volgende experiment zal zijn het virus inbrengen bij een aap. Die staat biologisch gezien, zoals de heren dan misschien weten, niet zo ver van de mens af. Prachtig. Kan dat nu meteen? Dan kunnen we morgenochtend meteen de resultaten zien. Nou, natuurlijk kan dat nu. En proefdieren genoeg. Ja, ho, ho, ho. Als hij dan maar in een stevig hok komt, hè. Maak jij je nou maar geen zorgen. En de eieren, hoe staat het daarmee? Ja, de eieren. We zullen eens even kijken. Ze zijn eruit. Wat? Ik bedoel, de eieren zijn uit. Dat was te verwachten, hè. Wat ik niet verwacht heb. Kijk eens hoe groot ze al zijn. Zouden ze zich misschien voeden met energie? De energie van die lamp bijvoorbeeld? Dat is best mogelijk, zeg. Anders kan ik me het ook niet voorstellen. Ze moeten nog geen enkel ander voedsel gehad hebben. Kleine monstertjes. Nou, net uit het ei en al zo'n 20 centimeter. Noem dat maar klein. Ja, misschien zijn ze al gevaarlijk ook. Waar is de voltmeter? Hier. Ja, pas op met dat water, dat je geen schok krijgt. Geef mij maar. Ik ben er handiger mee. En? Niets. Nog niets misschien. Zeg, daar bedenk ik me wat. Wat dan? Uitgaande van onze theorie dat de Marsmens eigenlijk het virus is en dat virus kan worden ingebracht in andere levende organismen, zou dat virus dan niet kunnen worden geïnjecteerd bij zo'n monstertje? Een Marsmens in de vorm van een monster. Daarmee zijn er meteen verklaard die twee verschijningsvormen waaronder we de Marsmens hebben meegemaakt. Ja, ik voel wel iets voor die redenatie. Dank je. Nou, niet gek, zeg.
Helemaal niet gek, dat kan best mogelijk zijn. Als je maar niet gaat proberen, hè? Nee. Nou, het is in ieder geval nog te vroeg om langs deze lijn verder te experimenteren, hè? We beginnen met het begin en dat is de aap. En deze beestjes? We dekken het bad af. Dan zien we morgen wel weer verder. Ik ben er toch niet gerust op. Ik heb het idee dat u nog steeds de situatie onderschat, dokter O'Hara. Dacht u? U bekijkt het allemaal van de wetenschappelijke kant. Wij hebben de praktijk meegemaakt. Ja, wat wilt u dan? Ik heb gedacht, als we nou eens de wacht houden bij de monstertjes, bij Toerbeurt, kunnen we ze niet markeren? Markeren? Hoe bedoelt u? Laten we ze uitrusten met zo'n mini-zendertje, voor het geval ze toch zouden ontsnappen. Ja, een mens kan niet voorzichtig genoeg zijn, hè? Nou, als u dat noodzakelijk vindt. Het is in ieder geval wel te doen. Ik heb hier nog wel wat van die zendertjes liggen uit de tijd dat ik nog onderzoekingen deed naar die trek van die bruinvissen. Eens even kijken. Ja, hier. Zie, hier zijn er al een paar. U ziet, heren, u hoeft maar te kikken en daar heeft u het al. Prachtig spul. Zit er zo'n eeuwigdurend batterijtje? Ja. Nou, als het nou goed is, moeten ze het nog doen. Hier is de ontvanger. Kunnen we dat even controleren? Welke golflengte? Hij staat ingesteld. Hier. Prima. Mm-hmm. Hoe ver reiken die zendertjes? Wel, weet ik niet precies. In ieder geval iets meer dan 20 kilometer, geloof ik. Ja, waar kunnen we ze vastmaken? Ik zou zeggen, onder de staart. Ja, onder de staart. Als u zich nou daarmee bezighoudt, dan zal ik eens even kijken of ik een mooi aapje kan vinden voor ons volgende experiment. Komt voor elkaar. Stevens, help eens. Ja, prima. Even uitproberen. Zo. Die kunnen ons niet meer ontsnappen. Zullen we toch niet voor alle zekerheid de wacht houden? We krijgen straks die aap ook nog. Goed, laten we maar verdeling maken. Doet u ook mee, professor? Ja, goed, maar ik zou eerst wel even natuurlijk een uurtje willen slapen. Goed, dan neem ik de eerste wacht. U, professor, de tweede. Hoe laat is het nu? 1 uur geweest. Dan neem ik van 1 tot 3, professor Curtis van 3 tot 5 en jij met van 5 tot 7. Dan kan dokter O'Hara rustig slapen vannacht. Nee, niks ervan hoor. Er is werk aan de winkel. Hier is onze vriend de aap. En ik wil ook nog sexy doen op dat konijn. Nu nog? Ja, nu nog. Maar een klein beetje gezelschap is altijd aangenaam. Wilt u me even de injectienaald aangeven? Zal het met die aap net zo gaan als met het konijn? En wat daar is nou juist dat experiment voor om dat te weten te komen? Wacht even. Hier, jongen. Zo. Hebt u nu een stevige kooi? Ja, die door het meest intelligente wezen niet van binnenuit is open te maken. Als het niet over technische dingen gaat, dan voel jij je wel erg onzeker, hè, Ben. Maar maak jij je maar niet ongerust. Hier is een heel zwaar ijzeren exemplaar. Daar zal meneer zo makkelijk niet uitkomen. Tevreden? Ah, laten we hopen dat deze voorzorgen voldoende zijn. Dan wens ik de heren welterusten. Ik ga mij intussen met het konijn bezighouden. Wie van u had ook weer de eerste wacht? Ik blijf bij u. Mooi zo. Tot straks dan. Tot morgen, Stevens. Ja. Sterkte, dokter. Ja, komt wel in orde. Bedankt. Zo. Kan ik u misschien ergens mee helpen? Nee, op het ogenblik niet. Ik wil nog wel eerst even dat röntgenbeeld bekijken. Hé. Hey. Het lijkt wel of het virus kleiner geworden is vergeleken met een half uur geleden. Ik geloof het ook. Maar dat kan een reactie zijn op de veranderde fysiologische omstandigheden. Of zou het misschien zo zijn dat het virus sterft als zijn gastheer doodgaat? Nee, dat lijkt me niet waarschijnlijk. Het zou overigens wel makkelijk zijn voor de oplossing van uw probleem. Ja, alle mensen die geïnfecteerd zijn met het virus eenvoudig liquideren. Maar dan zouden we nu al een hoop waardevolle mensen kwijtraken. Als u dat gerust kan stellen, zo eenvoudig liggen de zaken niet. Kijk, het virus kan wel degelijk een autonoom bestaan hebben. Kijk. Ja, het leeft. Het trekt zich terug. Duidelijk. Nou, eerst eens even zien wat die sexy oplevert. Interessant. Heel interessant is dat. Curtis! Waar zit hij nou? Bij de apen zeker. Precies waar hij hoort. Eens even kijken. Hoe laat is het? Bij 5. Tijd voor een paar uurtjes slaap. Morgen is het weer vroeg dag. Wat is dat nou? Ja, ik kom al. Wie is daar? Ah, Dobson.
Kom erin, beste kerel, kom erin. Goedendag, dokter. Graag, dank u. Ah, goedenavond. Fris, hè? Ja, zeer fris. Loop maar even met me mee naar de snijkamer. Ja. De politie slaapt nooit, zie ik. Zegt u dat wel. Als ze me nou weer midden in de nacht uitgezet. Wat doet u daar, dokter? Nou, dat zie je toch? Ik vil een konijntje. Oh? Ja, mijn vrouw praat hem altijd in zijn geheel. Nou, ik niet hoor. Hoe kleiner de stukjes, hoe lekkerder. Dan zal ik toch eens tegen mijn vrouw zeggen. Ja, dat moet je zeker doen. Zeg, Dobson, wat verschaft me de eer? Ja. Of kom je gewoon alleen maar een neutje halen? Nee. Hoewel het er best in zou gaan, dokter. Met dit gure weer. Ja, er is best wat aan te doen hoor. Eens even kijken. Hier. Nee. Het is medicinale alcohol. Nee, hier. Dit is veel beter. Alsjeblieft. Ik dank u wel. Godswoord in een ouderling, dokter. Mooi zo, mooi zo. Nou, kom maar eens mee over de brug. Waarmee? Nou, wat je komt doen, hè? Ach, ja, nee, dat is waar ook. Ja, ik zei u al, ik ben erop uitgestuurd. Ik moet overal hier in de buurt vragen. Wat moet je vragen? Hebt u nog bezoek gehad de afgelopen dagen? Nee. Gisteren? Nee, ik zeg toch, nee. Hebt u niks verdachts gezien hier in de buurt? Niks, nee. Op zee ook niet? Nou, kom nou toch, Dobson. Hè? Ik heb toch wel wat anders te doen dan de hele dag naar de zee te kijken of er misschien iets verdachts is. Ja, 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 dat begrijp ik. Dus deze mensen hebt u ook nooit gezien? Laat eens even kijken. Nee. Nee, die ken ik niet. Zeg, Dobson, wat heeft dat allemaal te betekenen eigenlijk? Geen idee, dokter. Opdracht. Moet alleen maar rondvragen. Waarom hebben ze me niet gezegd? Dat kan je helaas niet helpen. Nou, dat spijt me. Ga ik maar weer eens verder. Nog eentje op de valreep. Nou, graag, dokter. De meeste mensen zijn niet erg gelukkig als ik ze midden in de nacht uit hun bed bel. Nou, dat kan ik me best voorstellen. Maar ja, mij bel je dan ook niet uit mijn bed, hè? Ja, u bent altijd aan het werk, hè? Nachtenlang. Weet u... Oh, dank u. Wat wou je zeggen? In het dorp zeggen ze wel dat u gek bent, maar ik weet wel beter, hoor. Iemand die altijd zo hard werkt. In het laboratorium zag ik ook nog licht branden. Oh ja? Nou, goed dat je dat zegt. Ik zal het straks even uitdoen. Nou, ik stap maar weer eens op, dokter. Goeiedag verder. Goeiedag, Dobson. En succes, hè. Ik zal je even uitlaten. Ja, graag. En pas maar op, want de wind waait hard. Ja, het is zwaar weer. Nou, Dobson, bedankt voor je bezoek, hè. Tot ziens. Morgen. Nog steeds niet naar bed? Nee, ik ben net klaar. Wie was daar? Oh, Dobson. Een vertegenwoordiger van het plaatselijke politieapparaat. Een beste kerel. Wat moest hij? Hij liet mij een paar foto's zien. Een van u en een van generaal Stevens. Oh. Of ik die mensen wel eens gezien had. En? Ja, natuurlijk ken ik de mensen niet. Dat dacht ik ook. Wie had er nog mensen in huis die door de politie gezocht worden? En nu? Bent u een beetje uitgeslapen? Nou, nauwelijks. Weet u, niet alleen dat ik me bewust ben van de ernst van de situatie. Ik ben er ook te veel persoonlijk bij betrokken. Uw vrouw? Ja. We zullen ons best doen, meneer Melden. We zullen ons best doen. Dat is het enige wat ik ervan kan zeggen. Bent u opgeschoten vannacht? Kijk maar. Als ik dat beest daar zo uit elkaar zie liggen, daar zou je vegetariër van worden. Nee, nee, ik bedoel hier, onder de microscoop. Oh. Kijk, een deel van het centrale zenuwstelsel. U ziet hoe het virus zich in de cellen genesteld heeft. Het virus leeft nog? Ja. Ik zou het zo kunnen abstraheren en opnieuw prepareren. Denkt u dat het mogelijk is iets te vinden dat dat virus kan vernietigen? Natuurlijk. Maar dan zullen we wel met grof geschut moeten werken. En we zullen natuurlijk iets moeten vinden wat de omringende fijne weefsels niet aantast. Ik heb al een paar proeven genomen, maar het virus is sterker dan de cellen. Chemische middelen komen niet in aanmerking. Ziektekiemen? Ja, die richting moeten we opdenken, ja. Maar zo'n onderzoek kan maanden of soms wel jaren vergen. Die tijd hebben we niet. U hebt nu zelf gezien hoe ze ons op de hielen zitten. Nog even, ze hebben alle sleutelposities in de wereld bezet. Ja, en dan hoeft het niet meer, als ik het goed begrijp. Nee, dan hoeft het niet meer. Kom, ik ga de wacht eens overnemen van Curtis. Waar is hij? Ja, dat weet ik nou juist niet. Ik ga ook nog een paar uur slapen. Er is veel werk aan de winkel morgen. Curtis! Nou, hier is hij niet. Ik heb hem zeker al een uur niet gezien. Maar waar kan hij dan zitten? Geen idee. Oh, bij de proefdieren misschien. Of in het lab. Ja, waarom heeft hij niet geholpen? Geholpen? Hij kan geen bloed zien, die arme Ben. Nooit gekund. En toch,
Een grote geest. Ja. Die duikboot die hij geconstrueerd heeft, is niks meer of minder dan een klein wonder. Ja, die technische dingen, daar is hij wel mee vertrouwd, hè? Nou, we kunnen hem oproepen. Hallo, Ben. Hallo, Ben. Waar zit je? Niets. Nou, misschien is hij alleen maar in slaap gevallen. Laat mij eens. Hallo, professor Curtis. We kunnen misschien beter even gaan kijken. Zal toch iets met hem gebeurd zijn? Ik zou niet weten wat. Kom mee. Het wordt alweer bijna licht. Ja, niemand weet wat de dag zal brengen. Nee. Curtis! Curtis! Kijk eens! Daar! Daar is hij! Wat? Nee! Ik ga de wacht eens overnemen van Curtis. Waar is hij? Ik weet het niet. Ik heb hem zeker nog nu niet gezien. Waar kan hij dan zitten? Geen idee. Met de proefdieren misschien? Of in het lab? Waarom heeft hij niet geholpen? Geholpen? Hij kan geen bloed zien, die arme Ben. Nooit gekund. En toch een grote geest. Ja, die duikboot die hij geconstrueerd heeft is niets meer of minder dan een klein wonder. Ja, die technische dingen, daar is hij vertrouwd mee. Wacht, we kunnen hem oproepen. Hallo, Ben. Waar zit je? Niets. Misschien is hij in slaap gevallen. Laat mij eens. Hallo, professor Curtis. We kunnen beter even gaan kijken. Er zal toch iets met hem gebeurd zijn? Ik zou niet weten wat. Kom mee. Het wordt alweer bijna licht. En niemand weet wat de dag ons zal brengen. Nee. Curtis. Curtis! Kijk eens. Daar! Daar is hij! Wat? Nee! Prometheus 13. Een seriehoorspel door Paul van Herk. Is hij dood? Wacht even. Nee. Goddank. En het ziet er wel naar uit dat hij een behoorlijke klap gehad heeft. Een klap? Van wie? Ja, een schok. Elektrische schok. Haal eens een doek en wat water. Waar? Daar is een wasbak. Curtis. Hé. Hey. Ben, ouwe jongen. Ben. Hier. Water en een handdoek. Hoe is het met hem? Hij komt er weer bij, geloof ik. Curtis. Ben. Hou, jongen, word eens wakker. Wat ben ik? Ja, rustig maar, ik ben bij je. Waar? Ja. Professor Curtis, wat is er gebeurd? Ik weet het niet. Hier, je mag even drinken. Ja, dankjewel. Zo, het gaat wel weer een beetje beter. Zal ik u even helpen opstaan? Ja. Kunnen we niet beter naar bed brengen? Nee, laat maar. Het gaat alweer. Weet je, je duizelt, weet je wel. In de stoel. Dank u wel. Vertel nou eens, wat is er nou gebeurd? Het aapje. Het aapje? Het aapje is weg. Wat? Hier, kijk maar. De kooi staat wagenwijd open. Ja, dat is onmogelijk. Vertel op, Curtis. Er is niet veel te vertellen. Het beest begon plotseling helemaal wild te worden. Ze rammelde als een gek aan de tralies. Wanneer? Ik zal net een uurtje beneden zijn geweest. Denk ik. Om 4 uur dus. 5 kwartier geleden. En toen? Toen ben ik naar zijn kooi gegaan om te kijken wat er aan de hand was. En toen kreeg je een schok? Ja, zoiets moet het al geweest zijn. Van toen af weet ik helemaal niks meer. Maar hoe is dat beest dan uit die kooi gekomen? Ik weet het niet. Kijk eens hier. Ja? Hier. Het ijzer om het slot heen is gewoon weggesmolten. Ja, dat is niet te geloven, zeg. Of iemand aan het werk geweest is met een elektrische lasvlam.
Maar daar is een energie voor nodig. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat een levend wezen zoveel energie kan bundelen en daarna zo gericht weer kan afgeven. Ik heb u al gezegd, we moeten onze vijanden niet onderschatten. Ja, maar zo'n aapje... Niks aapje. Een marsmens. Die aap is veranderd in een marsmens. Als alle levende wezens die met het virus worden ingespoten. Maar dat virus... Hé, waar is het? Waar is wat? Die doos met viruskweken, waar is die? Ik weet het niet. Waar hebt u hem gezet? Hier. Op tafel? Ja. Ja, dat weet ik zeker. Ja, ja, dat heb ik hem straks nog zien staan, ja. En nu? Weg! Die aap. Die marsmens is ermee vandoor. Ja. Ja, dat kan zijn. Ik mis ook een paar injectiespuiten. Weet u dat zeker? Ja, kijk maar hier. De la lag vol met die dingen. Dat is een ramp. Ik ga Stevens waarschuwen. Laat maar met, ik ben er al. Goedemorgen. En uitgeslapen? Ja, dat is maar waar, ik heb geen oog dicht gedaan. Heb je het al gehoord, Stevens? Ik heb niks gehoord. Onze aap is er vandoor met de hele voorraad virus en een paar injectiespuiten. Ja, proselieten maken. Geen tijd voor grapjes, dokter. Hoe is dat gebeurd? Dat beest heeft eerst onze vriend Curtis buiten gevecht gesteld. En daarna heeft hij eenvoudig het slot uit de deur van zijn kooi gesmolten. Hier, kijk maar. Allemachtig. Dat hadden we van tevoren moeten bedenken. Maar we hebben het niet bedacht. Ja, wat nu? We moeten dat beest terugvinden, koste wat kost. Wat hebt u aan vuurwapens in huis, dokter? Wil jij een drijfjacht beginnen? Nee, ik heb een paar jachtgeweren. Geen grof geschut, maar we kunnen het ermee doen. Moment. We kunnen geluk hebben. Het heeft vannacht flink geregend. Zijn sporen moeten niet moeilijk te volgen zijn. Bent u in staat om mee te gaan, professor? Ja, dat denk ik wel. Ik voel me alweer een stuk beter. Ik wil dit deel van het avontuur zeker niet missen. Hier, alsjeblieft. Maar, voor iedereen. Maar, nou, u hebt hier een heel arsenaal. Ja, ik ben nou eenmaal een hartstochtelijk jager. Dat kan ons goed te pas komen. En hier is de munitie. Zo. Het is al helemaal licht. Ik hoop dat we de sporen kunnen volgen. Maar hij heeft al bijna anderhalf uur voorsprong. Ja, maar als hij nou door de bomen is gegaan... Via dit raam moet hij gevlucht zijn. Dus we beginnen hier. Tot hier hebben we zijn sporen goed kunnen volgen. Ja. Gelukkig zijn hier bijna geen bomen langs de weg, hè? Kijk eens hier. Het lijkt wel of er hier gevochten is. Fietssporen. En de fiets is gevallen. Zware schoenen en apenpoten. Alles is vertrapt. Het is er heet toegegaan als ik het zo eens bekijk. Kijk eens. Wat? Een injectiespuit. Een van mijn injectiespuiten. Te laat. Hij heeft zijn eerste slachtoffer gemaakt. Weet u dat zeker? Ja. Ik ben de enige hier in de buurt die plastic wegwerpdingen gebruikt. Enig idee wie hier zo vroeg op de fiets langsgekomen kan zijn, dokter? Nee. In principe kan het iedereen geweest zijn. Maar... Die Dobson, die politieagent, die heeft hier de hele nacht in de buurt rondgefietst. Dat weten we in ieder geval zeker. Dus die agent is nu één van hen? Dat zit er dik in. En hij zal niet de enige zijn als we tenminste die rotaap niet snel vinden. Vooruit dan. Kijk, hier gaan de sporen verder. Recht de glen in. Ja, en achter het dal ligt het dorp. Vooruit, mensen! Regelrecht naar het dorp. Zo'n injectie maakt dat stomste dier intelligent. Gelukkig zijn er nog bijna geen mensen op straat. Dat dacht u maar. Hallo, wat moet dat daar? Een politieagent. Dat is Dobson. Voorzichtig. Wat doen we? Niets. Afwachten. Maar laten we op onze hoede blijven. Bent u het, Dr. O'Hara? Zoals je ziet. Zo vroeg al op pad? Oh, we proberen een konijntje te verschalken voor het ontbijt. Nooit rust, hè? Altijd bezig. Die ogen? Ja, doet me denken aan dat konijn. Geen twijfel mogelijk, hij is er een. Waarom hebt u tegen mij gelogen, dokter? Gelogen? Ik? Nog geen uur geleden ben ik bij u geweest om u die foto's te laten zien. Toen zei u dat u de gezochte personen niet kende. En nu bent u met de gezochte personen op jacht. Oh ja? De gelijkenis is anders niet erg opvallend, vindt u wel? Voor mij wel. Oh. En nu, wilt u de heren nu arresteren? Arresteren? Nee. Het vermoeden bestaat dat de heren zijn geïnfecteerd met hondsdolheid... Daarom worden ze gezocht. Hondsdolheid is een besmettelijke ziekte. Ja, ja, inderdaad, heel besmettelijk. Maar wij hebben een tegengif meegekregen dat ik de heren onmiddellijk kan toedienen. Een tegengif, zo. Ja, een kleine injectie en het gevaar is geweken. We moeten hem neerschieten. Kunnen we dat op onze verantwoording nemen? Is er niet mag ik de heren verzoeken? Schiet, O'Hara, schiet. Ik kan niet. Kijk uit! Wat is op het nippertje? Liggen! Hij is dood. Niet aankomen, dokter. Anders krijgt u nog een schok. Het spijt me, maar het was de enige manier. U stapt er maar makkelijk overheen. U hebt daarnet een mens gedood, meneer Melden. Dobson was een beste vent. Maar het was geen mens meer. Hij is gestorven voor een goede zaak. Als wij je tot een goed einde kunnen brengen, tenminste. Hij kan hier niet zomaar blijven liggen. Hier is de stok.
Dan schuiven we hem onder de struiken. Ze zullen hem straks missen in het dorp. Als ze hem hier zo vinden, dan zullen ze zeker bij ons terechtkomen. Dat risico zit er wel in, ja. Maar als we hem hadden laten leven, hadden we een heel ander, veel groter risico gelopen. En wij niet alleen. Help eens. Ja. Nog één injectiespuit hebben we in elk geval al terug. Nou, de rest nog. Hier gaan de sporen van de apenpoten door. Nog steeds richting dorp, dwars door het bos. Erachteraan dan. Ik geloof dat hij ons er slim af is. Hier kan hij zich door de bomen slingeren. Ja, op die manier komt hij nog veel sneller vooruit dan wij ook. Laten we maar de richting van het dorp aanhouden. Weet u de weg, dokter? Ja, deze kant. Laten we in ieder geval naar boven blijven kijken. Je kunt niet weten. Ja. Stil, wat is er? Wat zit daar in die boom? Dat is hem. Hij heeft ons niet in de gaten. Wie schiet? Ja, wacht maar. Mis, verdomme. Dat heeft geen zin. Hij heeft ons in de gaten. Pas op, liggen! Dat is bijna de tweede keer vanmorgen, dokter. Hij neemt de benen vooruit, daarachteraan. Ja, maar als hij het nou nog eens een keer probeert. Alles is hier vochtig en... We moeten dat beest te pakken krijgen, kom mee. Hij heeft het gehaald. Hij is het dorp in. Wat nou? Nou moet u het alleen opknappen, dokter. We kunnen ons niet tussen de mensen laten zien. En schiet er deze keer niet naast, alsjeblieft. Oh, dank je voor je advies, Curtis. Jullie wachten hier aan de bosrand. Ik ben zo gauw mogelijk terug. Ja, schiet dan maar op. Ja, tot straks. Hé, hey, dokter Waren op jacht. Seizoen is nog niet open, hoor. Ja, hebt u weer ergens een aap gezien? Een aap? Bent u op jacht naar apen? Of wil u mij soms voor aap laten staan? Ja, luister eens, er is haast bij. Hebt u een aap gezien, ja of nee? Nee, maar ik ben me wel een aap geschrokken van dat geweer. Hé, hey, Dille. Ja? De gekke dokter is op jacht naar een aap. Een aap? Ja. Hey, ja, ik heb er eens een spring op het plein. Waar? Nou, hij slingerde daar door de boom en hij had een soort van koffertje bij zich. Ah, je liegt er toch zeker? Nee, heus waar. Een aap met een koffertje om je te bedoen. Hé, hey, waar gaat die gekke geleerde nou naartoe? Achter zijn aap aan met het koffertje. Dat wil ik zien, kom op. Ja, waar is hij nou? Daar, op de luifel van de slagerij. Nou, komt de aap uit de mouw. Hij is echt gek. Ja, opzij, mensen. Hé, hey, niet gaan schieten. Nee. Dat beest is ontsnapt uit mijn laboratorium. Ja, ik moet hem terug hebben. Nou, dat pak ik hem toch even voor. Ja, nee. Kom vooral niet bij de beest in de buurt. Nou, waarom niet? Wat is er met hem? Ja, het is een proefdier. Ha, vivisectie. Oh, je bedoelt dat je dat beest hebt ingespoten met een of andere vuiligheid. En dat je hem nou hebt laten ontsnappen. Ja, maar ik... En nou komt hij hier het dorp al veilig maken, hè? Duivelse experimenten. Ja, zeker. Heeft het aapje behekst. En dan gaat het alleen nog maar met een koffertje op reis. Ach, hou jij nou toch je stomme kop, man. Haal hem toch neer. Nou, ga dan even opzij. Vooruit, mensen. Vooruit. Schandalig. Of te werkelijk. Wat is dat? Wat is dat nou? Uit dat arme beest, hè? Daar ligt hij nou met zijn koffertje. Uit de buurt, mensen. Kom er in godsnaam niet aan. Ik ben benieuwd wat de politie zal zeggen van die jachtpartij. Waar is Dobson? Je bent een gevaar voor de buurt, gekke geleerde. Het spijt me, mensen, maar ik ben met belangrijke experimenten bezig. Belangrijke experimenten, het zou wat. Gekke geleerde. Succes. Nou, ik weet het niet. Dat beest heb ik in ieder geval. Hier. En het kistje ook, maar... Maar nou heb ik het hele dorp tegen. Ik ben een dierenbeulen, een gevaarlijke gek. Nou, laten we maar gaan, voordat u nog achterna komen. Ja, het zal toch wel niet lang duren voordat ik last krijg met de politie. Maar goed dat we niet zijn meegegaan tussen al die mensen. Ja. Onze stemming zo vijandig is. Ja, straks vinden ze nog dat lijk van Dobson, gedood met een kogel uit een van mijn geweren. U zult ons zo langzamerhand wel vervloeken, hè? Ja, dat is dan nog heel eufemistisch uitgedrukt, generaal. Het liefst zou ik jullie allemaal mijn erf afschoppen met die malle marsbewoners erbij. Als? Als het biologisch fenomeen me niet zo buitengewoon interesseerde. Gelukkig. Het spijt ons, dokter, dat we u al die last bezorgen, maar we hebben geen keus. U bent de laatste mogelijkheid. Zeer vereerd met de rol die u me hebt toebedacht in dit drama. Maar ik zit toch liever rustig in mijn laboratorium. Auw, wat is er? Ah, dat rotbeest geeft nog steeds elektrische schokken van tijd tot tijd. Laat mij het maar een poosje dragen. Er zal de eerste tijd niet veel van komen. Waarvan niet? Van het rustig in uw laboratorium zitten. We moeten hier weg, dat is duidelijk. Denkt u? Natuurlijk. De vraag is alleen, waarheen? Precies.
Er zal geen land zijn dat ons nog wil hebben. Zo langzamerhand zullen alle regeringen wel een verzoek tot aanhouding hebben gekregen uit Washington. En Washington, dat zijn de Marsmensen. Mm. En intussen komen er daar in Amerika steeds meer bij. Al die dozen uit de Prometheus 13. Vier is genoeg om de hele bevolking van de States ermee te infecteren. Tja. China misschien? Nee. Niets garandeert ons dat ze daar ook al niet geïnfiltreerd zijn. Ja, 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 dat is zo. We zitten mooi in de boot. De boot? Wacht eens even. De duikboot? Dat is het enige. Zouden we daar met z'n allen in kunnen? Met een beetje inschikkelijkheid, ja. Blijft de vraag, waarheen? Kunnen we onderweg aan boord niet experimenteren? Uitgesloten, nee. We mogen blij zijn als we elkaar niet al te erg in de weg zitten, nee. Voor gevaarlijke experimenten is in die kleine ruimte absoluut geen plaats. Waar is dan wel plaats voor? Kan Dr. O'Hare een deel van zijn instrumentarium meenemen? Hoeveel extra gewicht kun je hebben buiten ons vieren? Ja, ja. Nou ja, als ik alle overbodige dingen eruit haal. Maar dat zijn er niet zoveel, denk ik. Nou, kleine 500 kilo, denk ik. En waar wil je Dr. O'Hare dan laten experimenteren? Wat zou je denken van Rockall? Rockall? Nooit van gehoord? Dat zal wel niet. Het is een rotseilandje ergens midden in de oceaan. Niemand zal ons daar zoeken. Ja, dat hoop jij maar. Je zult niet de enige zijn die van het bestaan van het eiland af weet. Als jij een beter plan hebt, hou ik me aan de volle stier. Nee. Ga door met. Dat eiland heeft ooit gediend als weerstation, voordat de weerstations werden vervangen door weersatellieten. Nu is het alleen een baken voor de scheepvaart. Maar het gebouwtje moet er nog steeds staan. En zouden we dat nog kunnen gebruiken? Dat moeten we gokken. Maar ik denk het wel. Die dingen werden stevig gebouwd. Ja, als we dat kunnen inrichten als laboratorium, dan... Ik neem de noodzakelijkste dingen mee. Halen we dat met onze proviant? Er is nog voldoende kracht voor aan boord. We zullen ons moeten voorbereiden op een langdurig verblijf. Net zo lang tot Dr. O'Hare een afweermiddel tegen het virus heeft gevonden. We kunnen natuurlijk altijd vis vangen. Oh, nee, zeg. Ik lust geen vis. Dan zult u uw smaak een poosje moeten veranderen. Oh, ook dat nog. We kunnen natuurlijk ook rustig hier blijven en de kat uit de boom kijken. Misschien laten ze wel met rust. Tot ze Dobson gevonden hebben. Dat lijk kunnen we laten verdwijnen. Goed dan. Tot ze Dobson missen. Het wordt dus Rockall. Het wordt Rockall. Iedereen akkoord? Akkoord. Goed. Wanneer kunnen we varen, professor? Hier, de twee monstertjes. Voorzichtig. Ja, ik heb ze. Zouden we niet een paar wapens moeten meenemen? Lijkt me meer dan verstandig. Ja, ik heb daar nog wat grof geschut. Een draagbare laser. Geweldig. Waar kan ik hem vinden? In het lab, in de rechterkast. Hebt u ook vishaakjes en snoer? Dat is nou net het enige wat ik niet heb. Dan moeten we dan maar improviseren. Verder alles? Ja. Het dode aapje? Ja, ingaaien. Viruscultures? Ook. We hebben een behoorlijk overgewicht. Is dat erg? Nee, we zullen alleen niet zo hard kunnen. Goed. Start dan maar, zou ik zeggen. Kom door, de kapitein. Stevens! Waar blijft Stevens? Kunnen we? Wacht even, Stevens nog. Gaat u vast aan boord, dokter. Zeg, hoor je dat? Ja, politie. Ja, ze hebben Dobson zeker gevonden. Vlug maar. Ja. Waar blijft Stevens nou? Stevens! Ja, ik kom! De politie komt aan. Ja, ik ben niet doof. Heb je die laser? Ja, hier. Aan boord dan. Kan niet. Vaar hem maar. Dr. O'Hara, kom terug. Duiken, Curtis. Duiken. De twee monstertjes, voorzichtig. Ja, ik heb ze. Zouden we niet een paar wapens moeten meenemen? Lijkt me meer dan verstandig. Ja, ik heb daar nog wat grof geschut. Een draagbare laser. Geweldig. Waar kan ik hem vinden? In het lab, in de rechterkast. Hebt u ook vishaakjes en snoer? Dat is nou net het enige wat ik niet heb. Dan moeten we dan maar improviseren. Verder alles? Ja. Het dode aapje? Ja, ingaaien. Viruscultures? Ook. We hebben een behoorlijk overgewicht. Is dat erg? Nee, we zullen alleen niet zo hard kunnen. Goed. Start dan maar, zou ik zeggen. Kom door, de kapitein. Stevens! Waar blijft Stevens? Kunnen we? Wacht even, Stevens nog. Gaat u vast aan boord, dokter. Zeg, hoor je dat? Ja, politie! Ze hebben Dobson zeker gevonden. Vlug maar! Ja. Waar blijft Stevens nou? Stevens! Ja, ik kom! De politie! De
politie komt aan. Ja, ik ben niet doof. Heb je die laser? Ja, hier. Aan boord dan. Kan niet. Vaar maar. Dokter O'Hara. Dokter O'Hara, kom terug. Duiken, Curtis. Duiken. Prometheus 13, een seriehoorspel door Paul van Herk. Voor de zoveelste keer op het nippertje. Ja. Is er niks beschadigd aan dat mooie duikbootje van je Ben? Ja, gelukkig niet, dat had je anders gewacht. Niemand rekent met de enorme snelheid waarmee ik duiken kan. Hè? Mag de periscoop uit? Inschieren? Ja. Daar komt hij dan. Er is in ieder geval geen weg meer terug. Wat is er? Kijk maar. Nee, er is geen weg meer terug. Wat doen ze? Ze steken de boel in brand. Mijn laboratorium, mijn levenswerk. Als deze opdracht slaagt, dokter, als het u werkelijk lukt een verdelgingsmiddel te vinden voor dat Marsvirus, dan krijgt u uw laboratorium terug. Veel mooier dan het ooit geweest is. En niemand zal u meer voor gek verklaren. En als het me niet lukt? Dan was uw levenswerk toch verloren gegaan. Geen gefilosofeer. Op naar Rockall. Dus dit is het nou? Ja. Het einde van de wereld. Ja, nog wel eenzaam hier. Maar dat heeft één voordeel. Veel bezoek zullen we hier niet krijgen. Dat hopen we tenminste. Als die Marsmonsters maar niet de hele oceaan afschuimen. We kunnen rustig van uitgaan dat ze ons spoor kwijt zijn. Het enige wat ze kunnen weten is dat we met de duikboot uit Schotland zijn vertrokken. Verder niets. Waar zouden ze moeten beginnen met zoeken? Zeker niet hier. Ja. En die twee babymonstertjes, zouden die geen kwaad kunnen? Hoe? Ja, dat die ons op een of andere manier zou verraden. Niet waarschijnlijk. Anders hadden ze ons in Schotland al gevonden. Ja. Laten we maar eens op verkenning uitgaan. Ja. Goed dat ze hier die kleine kade hebben aangelegd. Hè? Mm. Anders hadden we er nooit bij kunnen komen met al die scherpe rotspunten. Help eens even, Matt. Hier, geef hem maar een hand. U ook, dokter? Nee. Dat wordt een partijtje Robinson Crusoe. Alleen zijn hier geen zandstranden met palmbomen. Nou, daar is het weerstation. Oh, nou, dat is klein, maar in ieder geval stevig gebouwd. Ja. Laten we maar eens binnenkijken. Leeg. Maar we hebben tenminste een dak boven ons hoofd. Ja. Leeg, zegt dat wel. Tot en met de stroomgenerator hebben ze eruit gehaald. Nou, als je stroom nodig hebt, je krijgt een kabeltje uit de duikboot. Ja. Het is maar goed dat we een technische man bij ons hebben. We zullen nog heel wat moeten improviseren. Ik heb nog wat bedacht. Wat dan? Heb je die enorme antenne gezien op het dak? Ja. Die brengt ons in contact met de hele wereld. Hè? Zo zijn we tenminste niet alleen. We sluiten normaal op de boordradio. Ja, misschien kunnen we dan horen wat er in de wereld omgaat. Prachtig idee. Laten we het meteen proberen. Ik kan het niet vinden. Met die plezier moeten we het er makkelijk doorkrijgen. Dat zou hem kunnen zijn. Laat maar even staan. En dit was dan de winnaar van deze week van de top 60. Wij komen weer terug volgende week, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Wij wachten nu op het nieuws. Hoe laat is het? 4 uur. Nee, daar. Ik geef me de tijd er wel eens even aan. Ja, oké. 8 uur in Londen. 8 uur. Zet eens wat harder. Ja. Amerika. De verbindingen met de Verenigde Staten van Noord-Amerika en ook met Canada, Mexico en Panama verlopen hoe langer hoe moeizaam. Vanaf gisteren is hier een grensoverschrijding van en naar die landen volkomen onmogelijk. Ook het radio- en telexverkeer ligt bijna stil. Genoemde landen hebben geen enkele verklaring uitgegeven voor de genomen maatregelen. Politieke waarnemers houden het erop dat een en ander verband houdt met de epidemie in Amerika schijnt te zijn uitgebroken en waaraan reeds vele duizenden mensen zijn bezweken. Alle officiële berichten ontbreken. Binnenland. De kustwacht is in staat van alarm gebracht.
Amerikaanse generaal Stevens, die enkele dagen geleden in Stevens ontdekt in zijn schuilplaats, is ontsnapt in zijn duikboot, vergezeld van zijn medeplichtige, de vroegere astronaut Matt Melding. Het weetal wordt gezocht in verband met staatsgevaarlijke activiteiten. Het vermoeden bestaat dat zich in een gezelschap ook de fysicus Dr. O'Hara bevindt. Ah. Leden de Amerikaanse formule tot haar gekeurd. Ja, we zijn erachter, hè? Ja. Verder binnenlands. In verband met de toestand in Amerika is hele mooi op de beurs. Nou. Je hebt over publiciteit niet te klagen, Stevens. Zeer vereerd. Ja. Als ons voorlopig maar een poosje uit de buurt blijven. Waar is de fysicus Dr. O'Hara? Binnen. Hij heeft alweer een half laboratorium ingericht. Hij is bezig met de sectie op ons aapje. Veel blijft er niet van over, heb ik al gezien. Nou, dan zullen we toch weer aan de biscuits en de vitaminepillen moeten. Dekt u de tafel even, professor? Ja, ja, ja. Laten we ons maar zo huiselijk mogelijk maken. Hè. We zullen het misschien lang met moeten uithouden hier. Wanneer ga je nou vissen, Matt? Ik zal er morgen een paar proberen te verschalken, als ik haakjes gemaakt heb. Hebt u nog ergens een rolletje dun draad, professor? Ja, ik stel voor u kijken. Oh, wat ik zeggen wil. Mm-hmm. Nou we toch met elkaar in hetzelfde schuitje zitten, zullen we die beleefdheid nou maar laten varen? Hè? Ik ben gewoon Ben, al dat geprofessor dat we. Hè? Goed. Heel graag. Uitstekend, noem mij maar vrijdag. Geef mij nog eens zo'n lekkere, droge koek. Zou je niet liever eerst even Dr. O'Hara halen? Dan kunnen we met z'n allen eten. Ja. Nou, dan kom je weer aan. Hallo. Hallo. Nou, wat ben jij vrolijk. Zeg, ik heb de heren voorgesteld alle beleefdheid maar te laten varen. Is dat oké? Ja, is uitstekend. Heb je al wat gevonden? Ja. Maar ik weet niet of het ons dichter bij de oplossing van de moeilijkheden brengt. Of dat het juist een extra moeilijkheid betekent. Wat heb je dan uitgevonden? Nou, kijk, je hebt zelf gezien bij dat konijntje hoe het virus zich een heel stuk had teruggetrokken uit de zenuwbanen en hersencellen. Ja, en? Maar het virus leefde nog. Je zei dat je het zo weer zou kunnen prepareren. Juist, ja. Maar het virus bij de aap was dood. Wat? Dood? Wat zei je dan nou? Dood, ja. Uitgewerkt. Maar dat is precies wat we hebben moeten. Hoe is het dood gegaan? Ja, dat is nou juist het punt, hè. Als het waar is wat ik denk, dan brengt het ons op het ogenblik niks verder. Zou het... Heeft het iets te maken met de lichaamstemperatuur van de gastheer? Ja, daar ziet het wel naar uit. Hoe raad jij dat? Nou, raad is niet precies het woord. Heb je het idee dat het virus eerder een leven zou blijven bij een lichaamstemperatuur van 35 graden in plaats van 37? Ja, beslist, ja. Daarom is het bij het konijn ook wel in leven gebleven. Ik weet het. Mijn vrouw Vel en ook nog een paar andere mensen van wie we weten dat ze met het virus geïnfecteerd zijn, hadden plotseling een veel te lagere lichaamstemperatuur. 35 graden of nog minder. De hartslag was ook trager. Nee, dat is onmogelijk. Ja, toch is het zo. We weten toch zeker niet waar, Stevens? Ja. Nee, dat bedoel ik niet. Ik geloof jullie wel. Maar het is onmogelijk om bij een mens de temperatuur zo ver te laten dalen. Tot onder de 35 graden. Uitsluitend hoe? Ja, hoe dat is te ingewikkeld om uit te leggen. Maar het kan wel. Onder bepaalde omstandigheden. En bij mijn weten is er maar één kliniek op de hele wereld die omstandigheden kan scheppen. In het academisch ziekenhuis in Los Angeles worden proeven genomen met onderkoeling. Die zijn ook gespecialiseerd op het invriezen van lichamen en zelfs ledematen. Dus als er mensen voor langere tijd met dat virus rondlopen, dan zou die daar besmet moeten zijn. Ja. Mis. Mis? Ja, ik zie geen andere mogelijkheid. De universiteitskliniek in Los Angeles is al een paar maanden gesloten wegens verbouwing. Oh, ja, dat wist ik niet. Ja, maar toch moet er een plaats zijn waar die onderkoeling kan gebeuren. Het eiland. Het eiland dat niet bestaat. Ja, dat moet het zijn. Wacht, maar een eiland dat niet bestaat? Ja, een eiland in de Atlantische Oceaan dat steeds op mysterieuze wijze verschijnt en weer verdwijnt. Ergens ten zuiden van de Bermuda's. In de Sargassozee? Precies. Dus als wij het kwaad bij de wortel willen uitroeien, dan moeten we daarheen. Wat was de juiste positie ook alweer? Ik weet het niet. Ik heb mijn aantekeningen niet bij me. Nou, dan zijn we weer precies waar we begonnen zijn. Het is mooi gevonden, hoor. We komen er op het ogenblik geen steek verder mee. Ik weet het niet. We hebben die monsters nog. Monsters? Ja, die uitgebroede marseieren. Kom maar eens mee. Ja, het lijkt alsof ze weer groter zijn geworden. Wat geven ze eigenlijk te eten? Niets. Ze voeden zich met elektrische spanning. Ja, daar ben ik intussen ook achter gekomen. Ze zuigen het gewoon op. Dat is een interessant fenomeen. Ja, goed, maar wat wil je nou met die beesten? Nou, zie je niet dat ze steeds naar één kant van het bassin zwemmen? Alsof ze er naartoe getrokken worden. Alsof ze ergens heen willen. Ja, nou je het zegt. Kijk, als we ze nou eens vrij lieten, hè? Ja, dat is zomaar een idee hoor, maar het zou me niet verwonderen als ze regelrecht naar dat mysterieuze eiland van jullie zouden toezwemmen. Mogelijk.
Sargassozee, zei je toch? Hm? Ja. Palingen. Wat? Ja. Ja, precies. Palingen. Waar hebben jullie het over? Heb je nooit gehoord van de palingtrek? Als ze volwassen zijn, zwemmen ze duizenden kilometers naar de Sargassozee. Niemand is er nog toe achtergekomen hoe ze de weg vinden, door welke instinct ze worden geleid. Maar ze gaan erheen. Ze schieten dan kuit en ze sterven daar. Ja, en het zou me niets verwonderen als die paling een overblijfsel zijn van een of andere vroegere Marsinvasie. Op het ogenblik hebben we andere problemen aan ons hoofd. Weet ik, maar er is toch een verrassende analogie. Dus, die twee monstertjes vrijlaten en ze volgen. Ja, ik kan een redelijke kans op resultaat garanderen. Trouwens, er is geen andere mogelijkheid. Stel dat we het eiland vinden en dat we het op de een of andere manier kunnen vernietigen. Wat schieten we daarmee op? Dan zitten we nog altijd met mensen die al met het virus geïnfecteerd zijn. Ja, we zullen dus toch eerst moeten wachten op het onderzoek van O'Hara. Op het antidote. Hoe ga je het aanpakken? Ja. De nieuwe fonds vraagt eerst weer nieuwe experimenten. Ik zou wel eens willen weten wat het virus precies doet in een poikiloterm organisme. Wat? Bij een koudbloedige diersoort, om het maar eens onwetenschappelijk te zeggen. Maar waar halen we zo gauw een koudbloedig dier vandaan? Nou, de monstertjes. Is te gevaarlijk. Nou, met, dan zal je toch op visvangst moeten. Oh, Germ. En jij die niet van vis houdt. Haaien ook naar benen. Ja, waarom niet? Daar blijft bij sectie tenminste iets voor over. Wanneer heb je het virus geïnjecteerd? Vanmorgen, bijna 5 uur geleden. En? Nou, ik mag je wel mijn compliment maken met je uitstekende prognose. Het ziet er naar uit dat het virus het uithoudt. En nu? De proef op de som. We gaan hem koud maken. Koud maken? Nou ja, we gaan hem doden. En dan zal de sectie uitwijzen hoe het virus zich gehouden heeft. Is dat niet gevaarlijk? Nou, hij zal me niet opeten. Nee, maar hij kan je wel een flinke schok geven naar alle waarschijnlijkheid. Zit er al? Weer een analogie. Wat? Ah, nee, niks. Geef me dat mes maar eens, man. Hier. Kijk uit! Ik heb je nog zo gewaarschuwd? Daar gaat hij! Hij springt op het droge! Blijf uit de buurt! Te laat! Weg! Ah, verdomme. Wat is er aan de hand hier? Staan jullie stom te kijken? Onze haai! Volgens de golflengteverdeling moet dit hem zijn. De Voice of America? Uh-huh. Hoe laat is het? Bij 7 de dag. Wacht je op het nieuws? Ja, over de binnenlandse zender zal er toch wel wat gezegd worden over die zogenaamde epidemie. Al was het alleen maar om de mensen zand in de ogen te strooien. Jij gelooft er niet in, hè, in die epidemie? Oh, jawel. Onder dat voorwendsel zullen ze proberen zoveel mogelijk mensen een injectie te geven. Dat is toch prachtig bedacht? Eerst de mensen bang maken, ze zo naar je toe lokken en dan... Met één simpele injectie worden het marsmensen. En intussen strooien de mensen in het buitenland zand in de ogen. Ja. Stil. Alle nieuws wordt overschaduwd door een bericht over de epidemie die op het ogenblik woedt in Noord-Amerika. Er zijn al vele tienduizenden slachtoffers gevallen en we mogen spreken van een catastrofe zoals die in de laatste 100 jaar in Amerika niet meer is voorgekomen. Om uitbreiding te voorkomen is alle interlokale verkeer stopgezet en er is een streng uitgaansverbod uitgevaardigd. Wij geven nu het woord aan een medewerkster van de Nationale Gezondheidsdienst voor een dringende oproep. Hier is dokter Valerie Rayner. Valerie Rayner? Maar dat is vuil! Mijn vrouw! Stil met beheer. Sorry, maar... Stil nog. De Nationale Gezondheidsdienst is er tot nu toe niet in geslaagd de ziekte die in grote delen van Amerika epidemisch om zich heen grijpt, te identificeren. Het onderzoek wordt bemoeilijkt door de korte duur van het ziekteproces. Er treden praktisch geen waarschuwende verschijnselen op. Als de ziekte toeslaat, heeft ze bijna onmiddellijk de dood op gevolg. Juist dat maakt de ziekte zo raadselachtig. Medische hulp komt meestal te laat. Wel is er een mogelijkheid tot preventie. Er is in de afgelopen dagen een serum ontwikkeld dat een preventieve werking heeft. Deze vinding berust op empirische gronden. De oorzaak van de ziekte is dus nog niet achterhaald. Ik raad iedereen dan ook aan vervolg te geven aan de oproep van de regering. Leef het uitgaansverbod strikt na. Intussen is een begin gemaakt met de immunisatie van grote delen van de bevolking. Gezien de moeilijkheden bij het aanmaken van het serum en gezien het feit dat immunisatie onder bepaalde omstandigheden moet plaatsvinden, zal het geruime tijd duren voordat iedereen is geïmmuniseerd. Per post worden de oproepen verzonden. Meld u zo snel mogelijk bij de opgegeven plaats. Uw reiskosten worden vergoed. Dus...
belang van het gehele land. Misschien wel in het belang van de gehele wereld. Tot zover, dokter Rayner. Dan voor goede indeling van de duurlijke... Zet af, alsjeblieft! Tja, ik ben er misselijk van. Het was fel, hè? Ja, geen twijfel mogelijk. Hoe hebben ze het er zo ver gekregen? Ze hebben haar helemaal niet ver gekregen. Ze is een van hen. Ze heeft niets meer te maken met de vel die ik ken. Die mijn vrouw is. Ze moet een van de eerste geweest zijn die ze te pakken hebben genomen. Daarom zal ze wel een vertrouwenspositie hebben. En daarbij, ze is nog arts ook. Spijt me dat ik me zo heb laten gaan. Ja, laat dat nou maar achterwege. Je kunt niet altijd de harde jongen uithangen. We zullen ze klein krijgen. Ik vecht door, nu meer dan ooit. Help me, Stevens. Help me, O'Hara. Ik wil je graag helpen, Matt. Ik doe mijn best. Denk je dat het zal lukken iets te vinden? Die vraag kan ik met ja beantwoorden. Ik zal iets vinden of ik heet geen O'Hara meer. Ik weet nou tenminste waar ik moet beginnen. Alleen, ik weet niet hoe lang ik ervoor nodig zal hebben. Wat denk je? Geef me 2 weken. 2 weken? Dat is te veel, O'Hara. Er kan veel gebeuren in 2 weken. Misschien hebben ze ons in die tijd al lang gevonden. En wij moeten hier al die tijd maar werkeloos wachten. Ik weet wel iets wat jullie in die tijd zouden kunnen doen. Wat dan? Dat maakt meteen de kans op ontdekking kleiner. Wat kunnen we dan doen? Neem de duikboot en zoek dat eiland. En vernietig het. Ik ben er misselijk van. Het was fel, hè? Ja, geen twijfel mogelijk. Hoe hebben ze er zo ver gekregen? Zij waren helemaal niet ver gekregen. Ze is een van hen. Ze heeft niets meer te maken met de vel die ik ken, die mijn vrouw is. Zij moet een van de eerste geweest zijn die ze te pakken hebben gekregen. Daarom zal ze wel een vertrouwenspositie hebben. En daarbij, ze is nog arts ook. Spijt me dat ik me zo heb laten gaan. Laat dat dan maar achterwege. Je kunt niet altijd de harde jongen uithangen. We zullen ze klein krijgen. Ik vecht door, nu meer dan ooit. Help me, Stevens. Help me, O'Hara. Ik wil je graag helpen, Mitt. Ik doe mijn best. Denk je dat het zal lukken iets te vinden? Die vraag kan ik met ja beantwoorden. Ik zal iets vinden of ik eet geen O'Hara meer. Ik weet nu tenminste waar ik moet beginnen. Alleen, ik weet niet hoe lang ik ervoor nodig zal hebben. Ja, maar wat denk je? Geef me 2 weken. 2 weken? Dat is te veel, O'Hara. Dat kan heel wat misgaan in 2 weken. Misschien hebben ze ons in die tijd al lang... Wij moeten hier al die tijd maar werkeloos blijven wachten. Ik weet wel iets wat jullie in die tijd zouden kunnen doen. Wat dan? Dat maakt meteen de kans op ontdekking kleiner. Ja, wat kunnen we dan doen? Neem de duikboot en zoek dat eiland. En vernietig het. Prometheus 13, een seriehoorspel door Paul van Herk. Eindelijk actie. Dus jij gelooft in onze theorie dat op dat eiland dat steeds verdwijnt en weer bovenkomt omstandigheden zouden kunnen heersen waardoor het Marsvirus bij de mens kan worden ingebracht? Ja. Ik heb lang over jullie verhaal nagedacht en als er sprake is van een soort een enorme duikboot of iets dergelijks die werkelijk naar grote diepte kan afdalen, dan... Kijk, het verlagen van de lichaamstemperatuur van de mens kan alleen gebeuren onder hoge druk. Hmm. En waar vind je die? Onder water. Het zou dus precies kunnen kloppen. De wetenschap ondersteunt onze theorieën. Hmm. Maar het gevaar is niet denkbeeldig dat ze binnenkort ook op het vasteland klinieken zullen openen waar die hoge drukomstandigheden kunnen worden nagebootst. Zoals in die kliniek in Los Angeles. Ja. Ja, die mogelijkheid is er inderdaad. Technisch zijn we in ieder geval al zover. En van die technische mogelijkheden zullen ze zeker gebruik maken als ze de kans krijgen. Ja, zover mag het niet komen. Anders kunnen we wel inpakken. Dan lijkt mij het voorstel van O'Hara om het eiland te vernietigen een uitstekend idee. Ik zou niets liever willen. Ja, wacht nou eens even. Niet zo haastig. Er is nog een andere mogelijkheid. En die is? Het zou misschien wel interessant zijn om te weten te komen wat zich er allemaal afspeelt op dat eiland. Dat is veel te gevaarlijk. Hoe meer je weet van een vijand, hoe effectiever je hem kunt bestrijden. Dat ben ik met je eens, maar dit is een ongelijke strijd. We moeten zo snel en zo hard mogelijk toeslaan. We kunnen het ene doen en het andere niet laten. Ja, ik voel toch meer voor wat O'Hara dan zegt. Waarom? Nou, als jullie gelijk hebben, als dat eiland werkelijk wordt gebruikt om mensen te injecteren met dat virus... Ja? Dan zullen er toch heel wat slachtoffers vallen. Als we de hele zaak zomaar gaan vernietigen. Maar zo mag je niet redeneren. Het gaat om de veiligheid van de hele mensheid.
dan tellen die paar slachtoffers niet. Het is oorlog, Curtis. Vergeet dat niet. Tuurlijk. Trouwens, wat dan misschien nog mensen zijn als ze naar beneden gaan, zijn levensgevaarlijke marswezens als ze eenmaal boven komen. Matt heeft gelijk. We moeten hard zijn. Als het zo bekijkt. Het is de enige manier om het te bekijken. Goed, goed. Jullie zullen wel gelijk hebben. Dus? We gaan naar de Sargossa Zee, proberen zoveel mogelijk te weten te komen over dat eiland, en daarna zullen we proberen op te blazen. Uitvoerbaar, Curtis, denk je? Waar is de kaart? Ja, alsjeblieft. Ja. Eens kijken, Sargossa Zee. Onder de Bermuda's. Denk je dat ze met dat eiland tot de bodem gaan? Nou, geen idee, maar het zou kunnen natuurlijk. Hoe diep is het daar? Ja, tot 4000 meter. Moei, maar haal je dat toch met je duikboot? Ja, hij moet dat halen. Al heb ik het nog nooit geprobeerd. En helemaal zonder gevaar is het natuurlijk niet. Maar het is toch niet nodig om met z'n drieën te gaan? Als jij nou eens hier bleef, Stevens. Jij bent de oudste en O'Hara zal ook best een beetje hulp en morele steun kunnen gebruiken. Dus jij wou er alleen op af, met Curtis? Ja, dat is meteen de boot een stuk lichter. Help dat, Curtis. Voor het duiken geeft het niet, maar we zijn dan natuurlijk wel sneller. We zijn wendbaarder. En het scheelt in het materiaal gebruiken. Zuurstof, tegendruk. Dus dat is afgesproken. Goed. Voel je je opgewassen tegen alles, Matt? Mijn conditie is prima, Stevens. En hij blaakt van strijklust. Curtis? Ik doe mee. Al was dat alleen maar om de capaciteiten van je uitvinding te laten zien, hè? Nee, dat is daar niet alleen daarom. Oh, O'Hara. We zijn veel te blij dat we over de duikboot van Curtis kunnen beschikken. Ja, zullen we dan nu alles klaarmaken voor de expeditie? Oké, we moeten de duikuitrusting controleren. En kunnen we de laser op de boot monteren? Het zou beter zijn als we proberen hem in te bouwen. Koers? Nog steeds in rechte lijn naar de Sargassozee. Wat een idee van die O'Hara. De trek van die dieren en met dat zendertje onder hun staart kunnen we ze prima volgen. Ja. Nou, zet er anders wel vaart achter, hè? Houden ze wel bij. Hoe ver zijn ze voor ons? Een kilometer of 10. Wat is dat? Raak het contact kwijt? Even peilen. Nee, ze duiken. Erachteraan. Wacht even. Het zou best kunnen dat ze bij het doel zijn aangekomen. Ja, nou en? Nou en? Als we ze zonder meer volgen, lopen we misschien recht in de armen van die Mars, mensen. Ja, ja. Ja, maar wat dan? Laten we eerst eens een kijkje nemen aan de oppervlakte. Ja, lijkt je dat nog wel verstandig? De periscoop kan toch immers geen kwaad, lijkt me. Nou, dan vooruit dan maar. Zo, eens even kijken. Zie je wat? Of ik wat zie? Hier, kijk zelf maar eens even. Goeie genade. Dat is niet misselijk, hè? We hoeven in elk geval niet verder te zoeken. Daar ligt de halve Amerikaanse vloot. Een stuk of 10 destroyers in een mooie kring. Hoe moet je dat ding instellen? Ja. Kun je ze dichterbij halen? Ja, wacht maar even. Zo. Dank je. Een paar mijnenvegers. Vliegtuigmoederschip. Een paar kleinere schepen. Kijk daar! Passagiersschip. Laat ons even kijken. Ja. En alles onder Amerikaanse vlag. Ik had trouwens niet anders verwacht. Dus hier zou het eiland moeten zijn, denk je? Ja. Maar er is helemaal niks te zien. Het zal wel ondergedoken zijn. Probeer de sonar eens. Je hebt gelijk, geloof ik. Het moet een behoorlijk groot object zijn, zo'n kilometer of 4 noordelijk. Het stijgt. Ja, snel ook. Het zit nu op ongeveer 1000 meter diepte. Met deze opwaartse snelte moet het binnen een paar minuten boven zijn. Zo snel? Veel te snel voor zo'n groot ding. Die muisjongens staan voor niets. Hoe hebben ze het in vredesnaam voor elkaar gekregen om zoiets te bouwen of naar de aarde te transporteren zonder dat ooit iemand er iets van gemerkt heeft? Ja, ik zou ook wel eens wat meer technische details willen weten. Ja, we zullen misschien ooit achterkomen als de vijand verslagen is. De vraag is nou, hoe gaan we hem te lijf? Met de laser? Ja, maar hoe komen we ooit door dat cordon heen? Die vlooteenheid is tot de tanden toe gewapend, daar kun je donder op zeggen. We hoeven toch niet door dat cordon heen? Ja, maar wat dan? We vallen ze onder water aan, zo diep mogelijk. Ja, lukt dat, denk je? Hier. Daar heb je hem. Daar heb je hem. Hij komt boven. Wat een gevaarte. Je voelt de waterverplaatsing tot hier. Perfect rond. Zeker 100 meter in diameter. Laat eens kijken. Ja. Grandioos gezicht eigenlijk.
Er zitten luiken in. Ze gaan open. Daar. Er komen de mensen naar boven. Het passagiersschip stond op. Wat een organisatie. Alles verloopt gesmeerd. Hier, kijk maar. Dank je. Er worden sloepen uitgezet. Sloepen vol met mensen. Die worden afgezet op het eiland. En de andere mensen worden mee teruggenomen. De marsmensen. Ja. Als ze in dit tempo doorwerken, kunnen ze duizenden mensen per dag inenten. Dan kunnen ze over een paar maanden de hele Verenigde Staten onder de voet lopen. Dan gaan de boten weer weg van het eiland. Luiken worden gesloten. Het is inderdaad een groot soort duikboot, dat eiland. Zakken ze al? Wacht even. Ja, daar gaat hij. Erachteraan dan. Periscoop binnen. Tanks vol. Klaar voor duiken. Hij is ons voor. Jongen, wat een snelheid. We halen hem wel in. 100 meter. 100 meter al? Ja, ik zeg je toch dat het vlug gaat? Mijn uitvinding, hè? Ja. Zou die helemaal tot de bodem gaan? We zullen zien. Zullen we hem zo diep kunnen volgen? Ik denk het wel. Houdt hij dat? Stil nou even. Kunnen we dichterbij komen? 1200 meter. We kunnen het wagen. We moeten nu vlakbij zijn. Mag het luik weg voor het raam? Dan kunnen we misschien wat zien. Moment. Eerst het licht uit. Zo. Aarde donker. Ja, wat had je dan verwacht? Hoe dik is dat glas? Meer dan 50 centimeter. Speciaal materiaal. Het is drukbestendig. Daar heb je hem. Daar. Ja. Precies, een enorme vliegende schotel. Een platte schijf. Ja. Niet dik. In vergelijking met de doorsnee. En ramen langs de wand helemaal rondom. Een helft ligt ook nog. Veel voorzorgsmaatregelen hebben ze in ieder geval niet getroffen. Onder water niet, nee. Maar ik zie ook nergens die monsters waar jullie het over hebben gehad. Je zou toch verwachten dat ze die zouden gebruiken als een soort bewakingstroepen? Gelukkig niet zo te zien. Maar je weet nooit wat er in het donker op ons loert. In ieder geval moeten onze eigen twee monstertjes hier in de buurt zijn. En als die ons toevallig in de gaten krijgen, dan kunnen we het wel vergeten. Een kleine storing in de elektriciteit en dan... Dat loopt zo'n vaart niet met. Het staal van het duikboot werkt als een kooi van Faraday. Hierbinnen is geen enkele elektrische storing mogelijk. Ja, maar die monsters zouden het eiland kunnen waarschuwen. En dan zouden ze wel eens grof geschut kunnen gebruiken. Wil je liever terug? Nee. Hoe diep? 2200 meter. En we zakken nog steeds. In hetzelfde tempo. Hoor je dat? Aha. Houd dit. 2500 meter. Reken maar eens uit hoe hoog de druk hier is. Mag ik een sigaret opsteken? Nee, ben je gek. Zenuwachtig? Ja. Je hebt weinig vertrouwen in de bevindingen, hè? Nee, dat is het niet. Ik denk eraan dat ik straks onder die omstandigheden naar buiten moet. Wil jij eruit? Zo'n prachtige gelegenheid om te spioneren krijgen we nooit meer. Kijk eens, die vliegende schotel, dat eiland, hoe je het noemen wilt. Dit is verlicht als een kerstboom. Ik wil eerst weten wat daar binnen aan de hand is voor me opblazen. Durf je dat? Dat moet. In de eerste plaats om inlichtingen te verzamelen voor O'Hare. In de tweede plaats om zekerheid te krijgen over wat daar gebeurt. Het leven van een hoop onschuldige mensen staat op het spel. Ja. Dat duikerpak houdt het toch wel? De vorige keer heb je het geprobeerd op 2500 meter. Ja, maar dat scheelt toch al wat met de... Hoe diep zitten we al? Over de 3000 meter. Maar hij vertraagt nu. De bodem. Goddank, ik dacht dat er nooit een eind aan zou komen. 3300 meter. Eiland ligt stil. Op nog geen 30 meter afstand. Help even het duikerpak, wil je? Wacht, eerst de motor af. Weet je zeker dat je eruit wilt?
Ik waag het erop. Goed. Hier, de helm. Dank je. Wat doen we als ze je in de gaten krijgen? Wat er ook gebeurt, je blaast de boel op met de laser. Ook als ze me grijpen. Kamikaze. Ja, hoe krijgt vergaat niet. Ik geloof nog steeds dat we redelijke kans van slagen hebben. Anders zou ik nooit aan deze expeditie begonnen zijn. Schroef eens even vast. Ja. Zo. Een radiotest. Hoor je me? Uitstekend. Kom ik goed door? Prima. Even de tegendruk controleren. Zuurstof. Zuurstof, oké. Okay. Hier is de regelaar. Dat weet je toch wel, hè? Ik weet het. Kunnen we? Ja. En denk erom, Matt. Geen paniek, hè? Maak je maar niet ongerust. Kan het beste gebeuren. Die kilometers water boven je. Als je bedenkt dat één speldenprik in je duikenpak... Hou nou maar op. Ja, goed. Ik wil maar alleen maar... Ik wil zeggen, pas op jezelf. Hè? Als ik nu niet ga, durf ik niet meer. Oké, dan. De luchtsluis in. Ik verhoog nu eerst de luchtdruk in de sluis. Anders zou de eerste de beste druppel water door je heen gaan als een geweerkogel. Tot de luchtdruk bijna gelijk is aan de waterdruk buiten. Ben je klaar? Klaar. Daar komt-ie. Gaat het? Prima. Kan het niet wat vlugger? Ja, het spijt me. Je zult even geduld moeten hebben, met. Zo, de druk is geëgaliseerd. Ik laat nu het water binnen. Wat duurt dat lang? Vol. Je kunt eruit, Matt. En denk erom, voorzichtig, hè. Doe het luik achter je dicht, anders verliest de boot alle wendbaarheid. Ik ben eruit. Succes, kerel. Moeilijk bewegen? Gaat wel. Ik kom vooruit. God, wat is het donker. Blijf kalm, Matt. Blijf kalm. Ik kan nu naar de ramen kijken. Er is duidelijk beweging te zien. Ik probeer nog wat dichterbij te komen. In het belang van je veiligheid, Matt, beperk het radiocontact. Ze zouden eens kunnen meeluisteren. Hallo, Matt. Ik kan nu naar binnen kijken. Wat zie je? Een grote hal. Hal verlicht. Er zitten mensen te wachten op de lange banken. Allerlei mensen. Ook kinderen. Ze worden één voor één opgehaald door een soort ziekenbroeder in een witte jas. Net als in een polykliniek. Het lijkt allemaal erg vredig. Waar worden ze dan naartoe gebracht? Met voorzichtig, voorzichtig. Ik kan van hieraf je silhouet zien voor de verlichte vensters. Zo beter. Kom liever terug, Matt. Ik kan nu in de volgende ruimte kijken. Precies wat ik dacht. Een paar artsen. Een paar ziekenbroeders. De mensen krijgen een injectie. En dan? Het lijkt wel of ze flauw vallen. Ze worden weer naar een volgende ruimte gebracht. Moment. Ik ga verder. Voorzichtig. Je hoort van me. Er is iemand buiten. Hoe kan dat? Weet je het zeker? Ja. Hier. Op deze diepte? Op deze diepte. Dan moet het een duikboot zijn. Is het ook? Op de bodem? Knap werk. Hier? Op het scherm? Ja.
Wie zouden dat kunnen zijn? Curtis. De enige mogelijkheid. En de lastige generaal. Of Matt Melden. Mooie vangst. Er is in ieder geval geen gevaar. Hij kan bewapend zijn. Opschieten dus. De gebruikelijke manier? Ja. Of wachten we om te zien wat ze in hun schild voeren? Nee, we mogen geen risico nemen. Goed. Laat ze dan maar los. Komt in orde. Curtis. Ja, hallo Matt. Er is hier iets aan de hand. Soort paniek. Lopen allemaal kerels door elkaar. Kom terug, Matt. Misschien hebben ze je gezien. Oké. Ik kom eraan. We weten nu wat we weten moeten. Maak voort, Matt. Ik richt vast de laser. Ik kom haast niet vooruit. Vlug! Curtis. De monsters. Huh? Ik ben plotseling omringd door marsmonsters. Tientallen. Ze vallen aan. Elektrische schok. Voel me slap worden. Ik kan niet meer. Ik haal het niet. Curtis! Ze zijn hier ook buiten om de boot heen. Je valt hier ook aan, Matt. Voorlopig zit ik nog veilig, maar... Je leeft, Curtis. Blaas dat eiland op en maak dan dat je wegkomt. En jij dan? Ik haal het toch niet meer. Verloren. Ik kan bijna niet meer spreken. Goed. Daar gaat die laserstraal. Het werkt niet. Ze buigen de straal af. Verdomme, hij werkt niet. Maak dat je wegkomt. Curtis.